Goedenavond, dames en heren. Welkom bij deze commissievergadering van de 9e mei. Ook de mensen thuis van harte welkom. En we hebben een agenda met 10 punten. En laten we ervan uitgaan dat we daar redelijk snel doorheen kunnen. En dat we rond 10:30 als streeftijdstip naar huis kunnen. Ligt natuurlijk ook aan de commissieleden, maar ik schroef de spanning iets op. Bij deze wil ik de opening verrichten. Ook vermelden dat de heer Nijburg van de ChristenUnie en de heer Royakkers van D66 niet aanwezig zijn. En dat beide vervangen worden bij de ChristenUnie door de heer Rodenboog en bij de D66 door de heer De Graaf. Hiermee heb ik de opening verder naar punt 2 van de agenda, spreekrecht burgers. Er hebben zich geen burgers aangemeld om in te spreken, dus we kunnen snel door naar punt 3, vaststelling agenda. Gezien de voorliggende agenda en aangezien er geen insprekers zijn, stel ik voor dat we die conform de agenda zoals die voorligt gaan behandelen. Ik neem aan dat u hiermee akkoord bent. Oké, en dan gaan we nu verder met punt 4 van de agenda. Oprichting Stichting Theater de Stoomfabriek. Verantwoordelijk bewindvoerder de heer Noten. Voorbereidend besluitvormend. Op 25 april 2016 heeft de gemeenteraad het bestuur benoemd van stichting in oprichting voor het theater de Stoomfabriek. Het theater is een zelfstandige organisatie waarbij het voorstel is om te kiezen voor de vorm van een stichting. Het college kan pas besluiten tot oprichting van dit theater als de raad in de gelegenheid is gesteld om zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen. Ik wil dit agendapunt in twee ronden behandelen. Eerst een informatieve ronde waar u de vragen kunt stellen en daarna een opinierende ronde. En dan kijken we op dat moment wel even verder. Wie mag ik in de vragenronde als eerste het woord geven? Meneer Raamaker, gemeentebelangen. Ja, dank u wel, voorzitter. Bij artikel 3, bestuurssamenstelling en wijze van benoemen en beloning, hebben we een vraag bij punt 4. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd. En dat zouden we toch graag omgezet zien in bepaalde tijd. Want als je een verkeerd bestuurslid hebt, dan zit je er jaren aan vast. Het zal ongetwijfeld anders uitpakken, maar misschien kunt u daar een antwoord op geven. Dank u wel, meneer Raamaker. Meneer De Graaf, D66. Dank, voorzitter. In de statuten is een rol weggelegd voor de gemeenteraad, benoeming, schorsing, ontslag en voor het college, schorsing, statutenwijziging. Niet duidelijk is wie wanneer wat doet. Daarbij komt in het fiscaal advies worden aanwijzingen gegeven die in de relatie huurder-verhuurder om een strikte opvolging vragen. De vraag is nu, wordt er naast de statuten ook nog een document opgesteld waarin taken, verantwoordelijkheden en de positie van partijen worden beschreven en vastgelegd? Dank u wel, meneer De Graaf. Meneer Wildvang van de Partij van de Arbeid. En dank u wel. Ik sluit me even aan bij de vraag van de heer Raamaker over die onbepaalde tijd. En voor het overige hebben wij geen op- of aanmerking op het stuk, wat ons betreft ziet er goed uit. Dus ik doe even een voorschotje, maar ik heb nog wel een belangstellende vraag die er wat mij betreft echt als belangstelling even bij hoort. Hoe is nou, hebben we nou voldoende in het snotje, is er voldoende geborgd dat er tussen dit bestuur en het bestuur van de trefkoelen een zekere afstemming gaat plaatsvinden? Kunt u daar nog iets over zeggen? Dank u wel, meneer Wildvang. Meneer Uitslag, CDA. Dank u wel, voorzitter. Ja, maar ook de vraag die de heer Raamaker stelde, hè, die staat in de statuten voor onbepaalde tijd. Maar iets verderop in de statuten lees je weer dat ze zelf een roos van aftreden opstellen. Dat lijkt wat te bijten bij elkaar. En de gevoelens die de heer Raamaker uit hebben ook wel een beetje. Hè. Dus misschien is het wel verstandig om zelfs te zeggen, voor een bepaalde tijd gaan we ze benoemen, 8 jaar of wat dan ook, 2 keer 4. Maar in ieder geval, er zeker van zijn dat ook niet een soort verzadiging gaat optreden. Hè? De Oranjefeesten hier hebben ook niet voor niks
maximale periode 4 jaar en daar moet je er ook uit. Om zeker te weten dat je verversing houdt. Nou, in analogie best verstandig om daar een bepaalde tijd van te maken. Er staat in de statuten verder dat het bestuur niemand mag zitten die in het college of in de gemeenteraad zit. We waren even benieuwd waarom dat niet ook iemand van de gemeente uitgesloten wordt. Hè. Dus ambtenaren die bij de gemeente werken, zouden voor ons gevoel logischerwijs ook uitgesloten moeten worden van zitting nemen in het bestuur. Wat ons verder opviel in de statuten is dat er wordt genoemd een theater, een horecavoorziening, exploitatie. Maar er wordt nergens de verbinding gelegd met het gebouw wat daar staat. Of ik heb het gemist. De Witte Villa wordt nog geloof ik erg genoemd, maar misschien ook alleen in het raadsvoorstel. Maar er is nu geen relatie, voor zover ik die kan zien, tussen de statuten en de twee panden die hier tegenover staan. Het is toch wel bijzonder. En misschien heeft het college daar wel een goede argumentatie voor. En als laatste, voorzitter, pas gesproken over verbonden partijen. Het college kunnen we aanspreken op bepaalde gedragingen. Maar al de statuten lezend en ook het raadsvoorstel lezend, bekroop ons wel de gedachte wat de mogelijkheden van de gemeente nou zijn als er ongewenste ontwikkelingen zijn. Bijvoorbeeld, het theater moet worden betaald met de verhuur van de horeca. Stel, de ambities voor het theater zijn veel te hoog, waardoor de horecaprijzen of de huur van de horeca te hoog wordt. Nou, dat zou ongewenst ontwikkeling kunnen zijn in de ogen van de gemeente. Wat voor mogelijkheid hebben we eigenlijk? Anders dan het bestuur maar gelijk ontslaan. Want dat is wel een hele drastische maatregel. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Uitslag. Meneer Nijkamp van de ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Een paar vragen zijn inmiddels gesteld. Eén betreft de doelstelling van de stichting. De heer Uitslag verwoordde het mooi. Er staat nergens beschreven van over welke gebouwen we het hebben. Dat staat hooguit in het college aanbiedingsbrief, maar niet in de statuten zelf. Dat vinden we wel wat te ruim, als dat niet wordt geduid. De tweede vraag betreft de exploitatie. Omvat de exploitatie waarvoor de stichting verantwoordelijk is ook het onderhoud aan de inrichting en het onderhoud van het gebouw? En daarmee heb je ook wel een relatie naar de kostprijs te pakken, zoals dat verwoord is in het stuk. Een derde punt gaat inderdaad ook over de benoeming van de voor onbepaalde tijd. Wat ons betreft voorkeur om vooral te kiezen voor een bepaalde tijd. Mag best 2 keer 4 jaar zijn of zoiets, maar hou het alsjeblieft tot een beperkte tijd ook beperkt. Dan de beloning kan worden toegekend. Wat zijn de criteria en de niveaus van beloning waar het college over denkt? Er wordt verder niet over gesproken, wordt erg opengelaten. En de laatste vraag betreft het tweede deel van het voorstel of het besluit. Wat is nou precies de bedoeling, de context van dat tweede beoogde besluit? Is dat puur een juridisch-fiscale formulering die we moeten bekrachtigen of zit daar meer achter? Dat zouden we graag toegelicht willen zien. Dank u wel. Dank u wel, meneer Nijkamp. Meneer Schuring, VVD. Ja, voorzitter. De onbepaalde tijd voor de bestuursleden, ik had hem eigenlijk een beetje gelezen als typfout, omdat het rooster van aftreden erbij stond. Tegelijkertijd stond er geen termijn bij, dus ik was wel benieuwd, evenals de rest van de fracties, hoe dat in correlatie met elkaar stond. Ik las ergens anders: in optimale vorm komt de verbouw- en exploitatielasten in aanmerking voor belastingaftrek voor de gemeente. Mis de stichting het theatergedeelte niet gaat onderverhuren of verhuren aan een cultuurinstelling. En ik zat me af te vragen, is hier een kans op? En wat zijn dat dan voor financiële consequenties? Waar hebben we het dan over? Is dat dan stuivertjeswerk of gaat dat om veel meer? En misschien wel een beetje onder het hoofdstukje risico's. Jaarstukken worden aan het college aangeboden. Zijn die vervolgens openbaar? Worden die openbaar gesteld? Zou dat openbaar moeten? En ik hoorde net al eventjes voorbij komen het onderhoud, de vraag of dat onder de exploitatie valt. Maar je las ergens anders, lazen we ook dat de gemeentelijke technische diensten mogelijk werkzaamheden zou kunnen gaan uitvoeren. Is dat dan een ingehuurde dienst door de stichting of hoe moet ik dat dan met elkaar zien? Dat waren de vragen. Dank u wel, meneer Schuring. Voor de beantwoording, meneer Noten, aan u het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. In die zin hebben we in deze statuten al een aantal zaken opgenomen, vooruitlopend op ons denken over, ja, je kunt het niet de verbonden partijen noemen, maar zeg maar de partijen waar we ons aan verbonden voelen. Zal ik het zo formuleren? En dat zijn natuurlijk een aantal partijen in deze gemeente die heel belangrijke maatschappelijke functies vervullen en dat ook ofwel doen met behulp van vastgoed van de gemeente, dan wel dat doen met behulp van belangrijke subsidiestromen. Denk aan de bibliotheek, denk aan de trefkoelen, terecht genoemd juist net. Dus in die zin is dit voor ons nieuw. We kennen dit soort statuten nog niet met dit soort partijen. Ik ga proberen alle vragen te beantwoorden en op een aantal punten ga ik aangeven dat wij daar, dat we daar het advies over nemen. Ik begin met de heer Raamaker, onbepaalde tijd. We hebben daar op twee gedachtes gehinkt. Dat is misschien niet verstandig. Aan de ene kant wilden we, net zoals de heer Uitslag gaf, niet het risico lopen dat bestuursleden, ja, hoe moet je het zeggen, voor eeuwig en altijd op een plek blijven zitten, te lang. Aan de andere kant is het ook ingewikkeld, want je start met een bestuur. Je wilt ook niet dat alle bestuurders tegelijkertijd aftreden straks. Maar ik ben het ermee eens, dat moet gewoon een bepaalde tijd worden. En ik heb net met de wethouder over gesproken. En wij denken zelf dat bijvoorbeeld een periode van 3 keer 3 jaar een verstandige is, waarbij dit huidige bestuur wel een zodanig rooster van aftreden moet maken dat er ook sprake is van continuïteit. Ze moeten niet met z'n allen over 9 jaar aftreden, want dan hebben we een probleem. En dus daar zullen we een aantal eerder moeten aftreden. Zo zullen we daar afspraken over gaan maken. De vraag van de heer De Graaf met betrekking tot schorsing en statutenwijziging. Dit was een uitdrukkelijk verzoek van de raad om de leden te mogen benoemen. Daar hoort ook automatisch ontslag bij. Je kunt niet zeggen ik mag wel benoemen maar niet ontslaan. Dat kan wel, maar dat is absoluut niet logisch. Waarom hebben we in de statuten opgenomen dat het college kan schorsen, dus niet ontslaan? Omdat ja, als u op vakantie bent en er is een crisis, dan is het wel heel erg hinderlijk als we u terug moeten halen van vakantie om u te vragen om een schorsing uit te roepen. Dus dat heeft alles te maken met het feit dat een schorsing vaak in een veel acutere situatie aan de orde is. Daarom hebben we ook het college die bevoegdheid gegeven, maar niet de bevoegdheid van de ontslag en benoeming. En dat betekent dus ook dat u altijd weer in staat bent om die schorsing ongedaan te maken, dan wel te bevestigen of om te zetten in ontslag. Vorige maand, in ieder geval, ik herinner me dat de heer Nijkamp gevraagd heeft, is dit nu verstandig dat de raad dat altijd moet doen? Dat is een discussie die ik graag met u zou willen voeren. Ik kan me voorstellen dat de raad het ook wel handig vindt om benoeming van die leden te mandateren aan de raad. Maar dat is aan u. Wij hebben hier een besluit uitgevoerd zoals dat in maart is genomen. En dat besluit was dat u zou benoemen. Wij zouden het verstandig vinden om niet elke bestuurswisseling hier aan de orde te hoeven hebben. Maar nogmaals, dat is aan u. Datzelfde geldt voor statutenwijzigingen. Het kan noodzakelijk zijn om welke reden dan ook om snel statutenwijzigingen door te voeren. Maar ook daar zal het college, en dat is formeel gewoon zo, u moeten vragen om, wat is de formulering, geen bedenkingen daarover naar voren te brengen. Dus het college is weliswaar bevoegd, maar pas nadat we u gehoord hebben. U bent overigens niet bevoegd. Dus dat is die rolverdeling, ik kijk ook naar de griffier, is volgens mij wettelijk helder verankerd. Dus wij mogen, nadat we u gevraagd hebben, zo ongeveer ligt het. Dus dat is eigenlijk geen keuze, dat is een verplichting. Fiscaal advies, btw-plichtig, is essentieel, ook om de btw terug te kunnen krijgen, die met de bouw, de realisatie, is gerealiseerd. U vraagt hoe dat vastgelegd wordt. Dat kunnen we in de statuten doen. Maar, en dat ga ik een paar keer als antwoord geven, het is niet handig om je altijd in statuten helemaal vast te leggen. Het is juist vaak om in statuten toch een beetje ruimte te houden, zodat als er om welke reden dan ook fiscale wetgeving die verandert, dat je dan niet onmiddellijk ook weer met statutenwijzigingen aan de gang hoeft. Dus wij geven er eerlijk gezegd gewoon de voorkeur aan om die verplichtingen op te nemen in ons huurcontract met de stichting. Dus dat betekent gewoon dat wij in het huurcontract opnemen dat alleen maar door een stichting die btw-plichtig is, gehuurd kan worden. En dan hebben we hem ook gewoon helemaal goed dichtgetikt, maar dan langs de lijn van het huurcontract. En eerlijk gezegd geef ik daar de voorkeur aan. Dan gaan we naar de uitsluiting. Meneer Uitslag, u had het ook over ambtenaar. Ik moet u eerlijk zeggen, ik heb er ook niet eens aan gedacht. Ik vraag me af of het kan. Ik heb het gevoel dat het verstandig is, laat ik het zo zeggen. Maar daar zouden we echt over moeten nadenken. Ik weet,
Ik weet bijvoorbeeld dat ambtenaren van een gemeente wel uitgesloten zijn om deel te nemen aan deze gemeenteraad, maar bijvoorbeeld niet aan de gemeenteraad in een andere gemeente. Dus het is vrij ingewikkeld om ambtenaren op grond van hun functie uit te sluiten voor andere functies. Dus ik zou dat willen toetsen. Wat wij in ieder geval zeer onwenselijk vinden, ik zal u maar een voorbeeld noemen, dat is dat de beleidsambtenaar cultuur in het bestuur van die stichting terechtkomt. Daar hebben wij ook weer gelukkig als college en u als raad ook straks alle zeggenschap over, want wij benoemen. Dus als we vermoeden dat de functies niet goed verenigbaar zijn, dan kunnen we dat altijd gewoon tegenhouden. Vindt u het goed dat ik er gewoon even ook nog intern, ik begrijp uw punt, dan moeten geen dubbelfuncties plaatsvinden. Ik denk dat u het zo bedoeld heeft. Ja, het zijn in ieder geval, voorzitter, als het mag, ambtenaren van de gemeente Dalfsen. Hè? Dat mogen duidelijk zijn. De gemeente, ja, dat is een ander verhaal. Dat snap je. Ja. Maar goed, we kunnen ons ook de vraag stellen. Laat ik het zo zeggen, we kennen ambtenaren van de gemeente Dalfsen die bijvoorbeeld in het bestuur zitten van het museum Paul ter Hof en zaten altijd al en in het museum van de grammofoonplaten. En je moet je even de vraag stellen of je daar per definitie op tegen bent. Dat weet ik niet zeker, eerlijk gezegd. Dus daar zou ik graag nog even over willen nadenken. Maar nogmaals, ambtenaren die betrokken zijn op welke wijze dan ook bij beleidsmatig, die moet je absoluut niet in het bestuur willen hebben. Dus ik ben het daar als uitsluiters gewoon in principe mee eens. De relatie met de twee panden is er niet, omdat het zeer goed denkbaar is dat we straks helemaal niet die relatie met de twee panden willen leggen op termijn. U weet zelf ook, we hebben hier afgesproken dat er een evaluatie gaat plaatsvinden over 5 jaar. We hebben in ieder geval als college toen de tijd gezegd dat de optie van vervreemding, alhoewel in mijn ogen zeer onwenselijk, maar de optie van vervreemding willen we niet uitsluiten. Dat betekent dat je ook naar ons gevoel en niet die panden moet benoemen. Je zou straks ook zomaar van 2 panden naar 1 pand terug kunnen gaan. Je wilt die ruimte hebben. Op het moment dat je de panden statutair vastlegt in de statuten van de stichting, en het gaat over de panden van de gemeente, dan is dat onlogisch. Dus het is de gemeente bepaalt welke panden al dan niet door de stichting gehuurd kunnen worden. En anders is het net alsof de stichting recht heeft op de huur van die panden. En dat zouden wij absoluut niet willen vastleggen in de statuten van de stichting. Voorzitter, even een vraag ter verduidelijking. Tenminste, wij hebben die vraag ook gesteld, maar dan meer in de zin van dat het niet ongebreideld gaat groeien naar nog meer panden. Dat was eigenlijk meer de zorg die we hadden, in plaats van dat er eventueel wordt afgestoten. Ja, wij redeneren dus precies andersom. Op het moment dat wij de panden benoemen in de statuten, dan is daarmee vastgelegd, statutair, dat die suggestie gewekt zou kunnen worden dat de stichting het recht heeft op de huur van die panden. En dat is niet zo. Het is de gemeente die panden verhuurt. Maar u denkt dus niet aan nog meer panden? Nee, meneer Nijkamp, ik denk echt niet aan nog meer panden. Daar kan ik nou, dat, is, dat is wel fijn om dat te constateren, want de doelstelling laat dat namelijk heel makkelijk toe. Ja, maar dat is de doelstelling van de stichting en het is niet de doelstelling van de gemeente. En dus de doelstelling van de stichting is om met behulp van een exploitatieoverschot theateractiviteiten te financieren. Maar wij bepalen als gemeente of we wel of niet panden überhaupt willen verhuren. En u wilt de ruimte hebben, denk ik, als gemeenteraadslid, om te stoppen met het verhuren van die panden op elk willekeurig moment. En dan wilt u niet gehinderd worden door statuten. Ja. Maar, voorzitter, theoretisch misschien kunnen ze ook andere panden van derden gaan verhuren in het kader van horeca of cultuur. Dus dat laten de statuten toe. En dan heb je in één keer een heel andere invulling van zo'n stichting. En de vraag is dus of je die doelstelling niet wat moet inperken en zeggen van nou, het gaat maximaal over deze 2 panden. Het laatste vind ik ongelukkig, want daarmee beperk je dus ook jezelf. Dat is wat ik probeer aan te geven. Als u bedoelt te zeggen dat het niet zo moet zijn dat deze stichting commerciële activiteiten gaat uitvoeren, dat staat wel voldoende geborgd in de statuten. Dat mag ze gewoon niet. Ze mag het, als ik het goed heb, alleen maar doen ten behoeve van het ontwikkelen van theateractiviteiten. Verder is het ook goed om u erop te wijzen dat we altijd een noodrem hebben. Dus op het moment dat er echt hele rare dingen gebeuren, in tegenstelling overigens tot alle andere cultuurhuizen, daar hebben we die noodrem niet. En hier hebben we hem wel. Dus ik zie het risico eerder andersom. Dat u uw eigen vrijheid weggeeft, beleidsmatig gezien. Maar goed. Ja, ik wil ook wel die panden benoemen, maar denk eraan, als u dan straks een keer zegt van nou, ik wil de Witte Villa verkopen, dan moet u dus de statuten wijzigen. Maar u gaat niet over de statuten van de stichting, weet u, daar gaat het helemaal niet over, daar gaat de stichting over.
Nee, maar je zou wel een soort maximum lijst kunnen samenstellen. En die lijst bestaat dan op dit moment uit twee. Ik bedoel, daar kun je ook over denken. Ja, maar ik wil hier best zeggen dat in het huurcontract op twee komt te staan en niet drie of vier. En als dat huurcontract fundamenteel wijzigt, meneer Nijkamp, dat gaat toch niet gebeuren zonder dat uw raad daarover gehoord is. Dat kan ik me tenminste niet voorstellen. Dus ik zie hem eerder andersom, laat ik het zo zeggen. Maar goed, als u het wilt, dan doen we dat hoor. Maar ik zou het u niet aanraden, laat ik het zo zeggen. Nogmaals, nee, ik heb daar volgens mij voldoende over gezegd. Wat als er ongewenste ontwikkelingen plaatsvinden? En dan bedoelt u eigenlijk de huur, dat is het effect, de huur van de chicorij ten opzichte van de horeca. Het is goed om u te realiseren dat we de huur, ik kijk even, de huur al voor, met de horeca al voor 10 jaar lang afspraken hebben gemaakt over de huurontwikkeling rondom de horeca. Dus de komende 10 jaar, sowieso, is er voor de stichting geen enkele ruimte om ook maar iets te doen aan de huur richting de horeca. U kunt zich ook voorstellen, de horeca investeert zelf ook. En die is natuurlijk niet van plan om te investeren in een buitengewoon onzekere omgeving. Stel je voor, je investeert een paar ton en een week later komt de stichting langs en dan zegt Rammelt aan de deur en zegt, nou, ik had graag de huur verhoogd. Dus dat is, in die zin is die optie uitgesloten. Het is verder ook heel goed om u te realiseren dat er in die zin een ABC'tje is. Wij verhuren aan de stichting en de stichting verhuurt aan de horeca. Wij verhuren onder de condities aan de stichting met inachtneming van de afspraken die gemaakt zijn met de horeca. Dus het is in die zin echt een gesloten systeem. Ze hebben die ruimte gewoon niet. Nogmaals, hoe de situatie er over 10 jaar uitziet, dat is tijd voor een evaluatie dan, denk ik. Misschien toch, voorzitter, ter verduidelijking op de gestelde vraag. Ik noem dit als een voorbeeld. Hè. Dus stel dat ze inderdaad meerdere panden gaan exploiteren. Stel dat ze de trefclub erbij gaan nemen als theater gaan exploiteren. Ik noem eens een paar hele rare dwarsstraten. Wat zijn de mogelijkheden voor ons als raad, of als u als college of als gemeente überhaupt, om te interveneren in bij de stichting? Volgens mij, als ik kijk naar de statuten, zijn er afspraken gemaakt over belangrijke beleidsontwikkelingen. Er moet een beleidsplan, een werkplan worden gemaakt. Dat wordt ook aan u gepresenteerd. En de begroting wordt ter kennisname. En de begroting wordt volgens mij door het college vastgesteld. Dus ja, dus dat, of ik heb het verkeerd gelezen. Dus dat betekent dat de stichting uiteindelijk in feite niet belangrijke beleidsbeslissingen kan nemen zonder instemming van het college. Waar het ten diepste om gaat, kijk, ik realiseer me heel goed dat het schorsen van een bestuur een noodrem is die je liever niet hanteert. Maar op het moment dat wij te maken krijgen met een bestuur wat ineens een Rabobank gaat kopen, ik noem maar wat, ja, dan trekken we toch gewoon echt aan die noodrem. Want daarvoor is die stichting niet opgericht, dat is niet de doelstelling van die stichting. Dus ja, de noodrem is toch gewoon om te gebruiken in geval van nood. En niet om vervolgens alle categorieën te gaan omschrijven. Ik zie daar ook niet tegenop. Misschien kunt u dan nog even heel concreet die noodrem aanduiden. Waar staat dat in het statuut? Schorsen van het bestuur. Met onmiddellijke ingang. Die bevoegdheid ligt bij het college. En we hebben die bevoegdheid, ik geef u dat echt even terug dat u het scherp heeft. We hebben die bevoegdheid bij geen enkel ander orgaan. Niet bij de bibliotheek. Daar zijn we niet eens bevoegd om überhaupt, daar hebben we niet eens inspraak in de benoeming van de bestuursleden. Laat staan dat we ze benoemen. Ook niet bij de trefkoelen, niet bij de poststal, niet bij de wiekelaar, nergens. Dus dat is wel een hele stevige positie die u als raad heeft. U mag het als raad doen en het college mag het doen. Dat is niet gering. De gewetensvraag is natuurlijk altijd om te kijken of u de bevoegdheid niet had willen hebben. Bij die voorbeelden die u nu benoemt. In ieder geval ter completering van uw leesvermogens. Het bestuur is verplicht jaarlijks voor 1 januari een begroting van het boekje op te stellen. En dat ter kennisname aan het college te sturen. Dus de sturingsmogelijkheden van het college blijken slechts de noodrem te zijn. En nou, de vraag is inderdaad, hoe heftig is dat? Hè? Terwijl je ook misschien wel andere vormen van remmen of bijsturen zou kunnen voorstellen. Ja, nou ja, ik zelf denk eerlijk gezegd, ik ga ervan uit dat er gewoon een goed bestuur zit. Dat hebben wij straks benoemd, dat is benoemd. Ik ga ervan uit dat het capabele mensen zijn die binnen die doelstellingen willen acteren. We hebben allerlei gespreksmomenten. Ze moeten verantwoording afleggen, zowel financieel als inhoudelijk.
En dat zijn ook aanleidingen om met elkaar in gesprek te gaan. Ik zie niet in waarom dat tot een probleem zou moeten leiden. Gezien het feit dat het vastgoed gewoon eigendom blijft van de gemeente. En de hiërarchische positie ook helder is. Kijk, des te meer wij inhoudelijk betrokken gaan worden. Daar zit natuurlijk ook een grens. Hè? Want u wilt ook niet verantwoordelijk worden voor de dagelijkse gang van zaken daar. Ja, dus je wilt ze ook wel een beetje zelfstandigheid geven in de uitvoering van die, in de realisatie van die doelstelling. Dus, voorzitter, nogmaals, nog dichter erop zou ik eerlijk gezegd op dit moment, ook gezien de ervaringen die we op dat vlak niet hebben, zou ik niet verstandig vinden. Kun je 4.2 eruit halen? Ja, je kunt 4.2 eruit halen. Kunnen ze geen ontroerend goed aankopen? Ja. Ja, dat zouden we kunnen doen. Ja, dat kunnen we overwegen. Dat is een mogelijkheid. Komt er daar nog een keer op terug. Heb ik hiermee ook... nee, dat heb ik niet. De vraag met betrekking tot de exploitatie en de kostprijs. De kostprijs wordt mede bepaald door de onderhoudsverplichtingen van de gemeente. Die hebben we nog niet exact vastgesteld. Wij zelf neigen er op dit moment naar om... bij die onderhoudsverplichting van de gemeente niet het installatiewerk van het theater te doen. En daarmee bedoel ik niet de verwarming, dat wel. Dat is dat soort installatie, maar ik bedoel geluid, techniek, tribune. De dingen die te maken hebben met de theateractiviteiten. Wij neigen er op dit moment naar om de onderhoudsverplichting en de vervangingsverplichting met betrekking tot dat soort zaken bij het theater te leggen. En waarom? Omdat daarmee ook het theater gestimuleerd wordt om hun ambities realistisch te houden en goed te zorgen voor de zaken. Daarbij hoort dan wel dat het theater ook een eigen vermogenspositie opbouwt. Dat hebben we altijd al gezegd, ook in maart, dat we dat wenselijk vinden. Een eigen vermogenspositie opbouwen om ook vervangingsinvesteringen te kunnen doen. Dat heeft op dit moment onze voorkeur. Dat betekent ook een lagere huur. Als het zo is dat wij verantwoordelijk zijn voor de vervanging straks, dan betekent dat een hoger huur. Zo simpel is het. Maar in ieder geval wordt de inrichting van het theater wordt onderdeel van de huurprijs, inclusief exclusief. Voor de rest gaat het om de normale onderhoudsverplichtingen. Ik weet dat niet uit mijn hoofd, maar volgens mij betekent dat de buitenkant van het gebouw en primair installatiewerk. Dat ligt bij de gemeente. En dat is in de huurprijs verdisconteerd. En dat zeg ik goed. Beloning kan worden toegekend. Ook dat hebben we alleen maar opgenomen om het niet op voorhand uit te sluiten. Dat is eigenlijk de enige reden. Er is helemaal niemand bij ons die op dit moment overweegt om beloning toe te kennen. We hebben dus ook geen criteria. Ik moet u dat echt heel eerlijk toegeven, want we zijn er niet van plan. Er staat gewoon alleen maar in de statuten om op het moment dat je er een keer zou overwegen, om welke reden dan ook, dat je dan niet vanwege de statuten daartoe dat uitgesloten is. Dat is een beetje de redenering. Geef jezelf ruimte. De tweede besluitregel staat eigenlijk helemaal los van de statuten. De tweede besluitregel heeft alleen maar iets te maken met vastgoed. Als we willen dat het vastgoed fiscaal gunstig is, dan moeten we het ook als maatschappelijk vastgoed. En anders is het commercieel vastgoed. En dan moeten we daar ook gewoon krijgen we de BTW niet terug, als ik het goed heb, van de bouw. En ja, dat is het belangrijkste punt. Krijgen we de BTW niet terug. En dat zou natuurlijk heel erg jammer van het vele geld zijn. Dus om de BTW terug te krijgen, moeten we daar apart van besluiten dat het maatschappelijk vastgoed is. Staat in die zin los van de statuten. Is er een kans op onderverhuring? Nee, die is er niet. Dat sluiten we uit in ons contract, huurcontract. Dus die kans is nul. Dat is de vraag van de heer Schuring. Stukken openbaar. Ik heb het net ook weer... Ja, deze stukken zijn straks openbaar. Ook dit zijn denk ik zo ongeveer de enige stukken in dat vlak die openbaar zijn. Dus in die zin komt er straks gewoon echt een begroting. Die wordt ter kennis gegeven aan het college en dus ook aan de raad. En het wordt gewoon een openbaar stuk. Er zijn geen enkele reden om dat vertrouwelijk te houden. Dat geldt ook voor het werkplan. Dat wordt gewoon een openbaar stuk. U kunt het ook agenderen wanneer u dat wilt. En daar sowieso kennis van nemen. Maar iedereen kan daar kennis van nemen. Voorzitter, ik hoop dat ik alle vragen gehad heb. Nou, ik mis in ieder geval nog één waarin de heer Wildvank
eigenlijk geen vraag, maar wel wat meer informatie wil uit nieuwsgierigheid. Oh ja, daar is op dit moment, bij mijn weten, dat moet ik voorzichtig zeggen, want, maar op dit moment is er geen afstemming tussen de verschillende besturen, want dat geldt niet alleen voor de trefkoelen, maar ook andere podia zijn er natuurlijk in de gemeente Dalfsen. Als u daar behoefte aan heeft, en misschien heeft u dat wel, dan stuur ik u nog een keer het stuk door, wat 2-3 jaar geleden gemaakt is, samen met de verschillende, de synagoge als ik het goed heb, de Westermolen en de trefkoelen, waarin een soort verdeling is gemaakt naar doelgroepen en soorten activiteiten en de aard van de podia. En binnen dat kader acteert op dit moment het huidige bestuur. Die afstemming gaat er wel komen. We hebben die wens, laat ik het zo zeggen, als college, om dat te zijner tijd te gaan organiseren. Omdat we denken dat dat enorm veel meerwaarde kan opleveren. We gaan het sowieso al, het is, wordt wel al georganiseerd op data. Nou ja, Kunst om Dalfsen, nee niet Kunst om Dalfsen, zo heet het ook alweer. Straattheater. Ja, en het theater zijn bezig met hun activiteit op elkaar af te stemmen. Dus in die zin gebeurt het wel, maar nog opportun, laat ik het zo zeggen. Het zou zeker moeten gaan gebeuren in termen van communicatie en marketing en branding. Voorzitter. Ja, heb ik nog één punt. Ik hoorde u net fluisteren met de heer Roemers dat u overweging om iets eruit te halen. En voordat we open hier een ronde hebben, dat lijkt me dat we dat even duidelijk moeten hebben. Ja. Ja, en dat betreft, kijk, en daarmee belemmer je het bestuur, denk ik, niet wezenlijk in haar taken. Ook dit staat er, ja. Maar artikel 4.2 zou je kunnen schrappen. En dan weet je in ieder geval dat er niks vervreemd kan worden en niks gekocht kan worden. Weet je? En dat is denk ik toch het belangrijkste punt. En schrappen zou ik dan niet doen. Het bestuur is alleen bevoegd na instemming van het college om over te gaan tot. En dan heb je de mogelijkheid wel. Maar dan heb je daar in ieder geval een toets van het college aan toegevoegd. Nou, goedkeuring college. Ja. En ik denk dat dat ook het belangrijkste punt is. Kijk, 4.3 zegt al, het bestuur is niet bevoegd tot besluit tot aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk. Nou ja, dus dat is ook wel een enorme belemmering. Maar dat is misschien wel verstandig. Dus als ik hem samenvat, zou ik graag willen overnemen de, en dat zeg ik mede namens collega van Martels, het rooster van op- en aftreden en de bepaalde tijd. Ik zou willen voorstellen om dan 4.2... te schrappen. Heb ik het aan de belangrijkste punten gehad? Dus aan de overige zaken zou ik eigenlijk een huurcontract willen regelen. En ik vind het zelf eerlijk gezegd niet zo'n goed idee om de vastgoedobjecten in de statuten van de stichting te noemen. Het zijn niet hun vastgoedobjecten. Dus dat vind ik verwarrend. Ze zijn gewoon niet van hun. Maar het is wel volstrekt helder. Dat wij geen andere objecten aan hen verhuren. En ik kan me ook voorstellen dat we wel opnemen dat ze geen andere objecten dan via de gemeente huren. Misschien is dat de formulering die wel zou kunnen helpen. Ja. En de ambtenaren heb ik van gezegd, daar gaan we naar kijken. En in ieder geval begrijpen we uw punt. Er moet geen verwevenheid plaatsvinden. Voorzitter, tot zover. Dank u wel voor uw uitgebreide uiteenzetting. En dan wil ik overgaan of er moeten nog vragen zijn. Meneer De Graaf. Voorzitter, ik heb even behoefte om het beeld recht te zetten. Het zal wellicht gelegen hebben aan mijn vraag, aan de formulering van mijn vraag. Ik heb geen opmerking willen maken over de rol van de gemeenteraad en van het college in de statuten. Prima. Waar het mij wel om ging is het vastleggen van de verhouding over en weer. En daarvan heeft u gezegd dat zal plaatsvinden in het huurcontract. En dat is precies wat ik bedoelde. En wat ik gezegd heb met betrekking tot schorsing, ontslag. Nee, met betrekking tot schorsing is dat een eigenstandige bevoegdheid van beide organen. U kunt overgaan tot schorsing, het college kan overgaan tot schorsing.
Want u hoeft er niet per se met het college over iets eens te zijn. Hè? Dus dan kunt u dat gewoon beslissen. En andersom. Wat betreft benoeming en ontslag, bent u de enige die dat kan. Dank u wel. Dan wil ik overgaan naar het opinierende gedeelte van dit agendapunt. En wie mag ik als eerste het woord geven voor de opinie? Meneer Uitslag, CDA. Dank u wel, voorzitter. Nou, om gelijk met het laatste even te beginnen. Ik denk inderdaad dat het verstandig is dat het college van BMW de bevoegdheid heeft tot schorsing. Om toch een van de noodremmen, zoals al eerder geduid, te kunnen hanteren in het geval dat nodig is. Aangezien we maar één keer per maand vergaderen en het best nodig zou kunnen zijn om per direct iemand te schorsen. Ik ben blij dat u het voorstel overneemt om bepaalde tijd te gaan benoemen. Ik zou er wel aan toevoegen dat het wellicht verstandig is, zeker voor de eerste ronde, dat ontheffing door de raad mogelijk is. Om niet, als je vooral een paar keer 3 jaar gaat werken, dat je misschien met een hele korte periode iemand al moet laten gaan. Dat zou ook wel jammer zijn. Dus laten we dan toch de ruimte die u bepleit ook op dit onderdeel gaan toevoegen. We stellen echt voor om ook gemeenteambtenaren van de gemeente Dalfsen te schrappen. Het gaat toch om het exploiteren van het gemeentelijk vastgoed. En op het moment dat je hier een andere relatie zit ten opzichte van je wethouder als daar straks een stichtingbestuur, dat gaat hoe dan ook problemen leveren. Daar kunnen we beter gewoon helder zijn om dat te voorkomen. Want dat is echt een ongewenste situatie. We snappen de spanning van de panden. We zeiden zelf ook van ja, hoeveel panden kunnen ze straks nog niet gaan exploiteren? Hoe ongebreideld kan het gaan voortwoekeren? Ik denk dat de toevoeging op 4.2 of het schrappen daarvan, maar zoals dat net geduid is door de burgemeester, een goede is. En voor de rest is het een uitdaging voor het college, denk ik, om op de kaders van de raad te sturen via het huurcontract. Want eigenlijk heb ik gehoord dat dat eigenlijk de enige formele stuur is wat we als gemeente richting de stichting hebben straks. Maar dan gaat het college vast in slagen. Dus voor ons betreft hebben wij geen wensen of bedenkingen. Dank u wel, meneer Uitslag. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. De gemeenteraad is in dit dossier denk ik één keer echt aan zetten als het gaat over de statuten. Daarna is het aan het bestuur en het college, formele zin. U spreekt nog wel over een adviesrol van de raad. Maar die staat, dacht ik, niet verwoord, maar is misschien wel wijs om dat te benoemen. Dat heb ik ook niet juist geformuleerd. U bent nu echt aan zet als het gaat om het formuleren van geen bedenkingen of wel bedenkingen natuurlijk, ja, met betrekking tot statuten. En daarna bent u alleen maar nog aan zet doordat u het college tot de orde kunt roepen. Ja. Wat u ongetwijfeld ook zult doen als dat nodig is. Dat bedoel ik eigenlijk ook. Dus we kunnen eenmalig echt over deze statuten spreken, denk ik. Dat is natuurlijk altijd wat lastig, want aan de ene kant hebben we gezegd, eigenlijk moet je dit spoor helemaal niet in, maar we zijn dit spoor wel ingegaan, dus we willen wel ook meedenken over deze statuten. En we willen het ook wel mogelijk maken. De governance, daar is al wat nodig over gezegd, ten aanzien van deze stichting, maar er is ook al in de besluitvorming rondom de benoeming van de bestuursleden al gezegd van dat je dit eigenlijk wel eens wat breder zou mogen beoordelen, ook naar andere stichtingen toe, van hoe ga je nou met elkaar om? Want nu krijgen we toch duidelijk een nieuwe smaak aan boord. En ja, is dat hetgene wat we uiteindelijk ook in bredere zin willen van andere stichtingen, van bijvoorbeeld de cultuurhuizen. Ten aanzien van een aantal wijzigingen die u voorstelt, daar kunnen wij mee instemmen. Zowel de beperking van de doelstelling, benoeming voor onbepaalde tijd, beloning, wat u in ieder geval hebt toegezegd dat u dat niet van plan bent om te gaan doen. Dat is de basis van waaruit u redeneert en dat is denk ik ook goed. Ten aanzien van de exploitatie wordt dus duidelijk dat de stichting verantwoordelijk is voor het instand houden van alles wat nodig is voor de interne kant van het theater en dat de gebouwen wel onder verantwoordelijkheid van de gemeente blijven. Ook ten aanzien van, ik noem het maar, groot onderhoud. Dat betekent ook dat we dat in het onderhoudsplan van de gemeente expliciet terug moeten zien op deze gebouwen. En dat dat dus ook meeweegt in de totale exploitatielood voor de gemeente. Ja, oké. Okay. Wat ons betreft zou de suggestie van de portefeuillehouder over het mandateren van de benoemingen van de bestuursleden binnenkort hier wel mogen dienen.
Misschien kunnen we dat combineren met een, op een ander moment, maar wanneer dat aan de orde is, zou ik voor de voorstellen om dat dan ook mee te nemen. En dat we ons als raad niet sec over de benoeming van bestuursleden direct hoeven uit te spreken. Dat is wat ons betreft in ieder geval een lijn. Ik weet niet of die gesteund wordt, maar dat gaan we dan al wel merken. We zien graag het gewijzigde voorstel tegemoet, maar het ziet er in ieder geval beter uit dan wat hier nu voor ligt. En wat ons betreft zou dat ook best wel eens een voldoende kunnen zijn. Dus we wachten even rustig af. Dank u wel, meneer Nijkamp. Kijk, meneer Wildvang, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. Ja, wat ons betreft is dit stuk ook op voorhand akkoord. We zullen graag mee instemmen. We zijn blij dat de toezegging wordt gedaan om die onbepaalde tijd eruit te halen. Dat was voor ons even een puntje. Ik ben ook blij met de opmerking die gemaakt is over die afstemming tussen de organisaties die zich op dit vlak, zeg maar, hier in de gemeente soms met hetzelfde onderwerp bezighouden, maar dat net natuurlijk doen op een ander vlak of op een andere locatie. Dus dat is wat ons betreft prima. Dus we kunnen graag instemmen met dit voorstel. Dank u wel, meneer Wildvang. Meneer Raamaker van Gemeentebelangen. Ja, voorzitter, ik kan me eigenlijk bij alle vorige sprekers aansluiten, dus we wensen het college succes. Ik ben ook blij trouwens dat 4.2 onder de loep is genomen, want dat kan maar zo een overeenkomst zijn dat er een grote lichtbak aankomt. Voor sponsoring, bij wijze van spreken, waar we niet op zitten te wachten. Dus dat we daar een oogje in het zeil houden, dat vinden we prima. Dus wat ons betreft akkoord. Dank u wel, meneer Raamaker. Meneer De Graaf, D66. Voorzitter, ook wij gaan akkoord met het raadsvoorstel. Anders dan bij sommige andere fracties willen we voldoende ruimte laten aan het stichtingsbestuur. Niet voor niets is voor deze constructie gekozen. We zijn niet zo bang om ons aan koud water te branden. Benoeming van de bestuursleden voor bepaalde tijd ondersteunen we eveneens. Dank u wel, meneer De Graaf. Meneer Schuring, VVD. Ja, voorzitter. Ja. Minder vastleggen in de statuten om bewegingsvrijheid te geven. Kortom, vertrouwen, waarbij één vergaande noodrem is, een schorsing of zelfs een ontslag van het bestuur. Ik denk dat er vertrouwen is, iets wat wij er wel in hebben. Het is een nieuw avontuur, wat de portefeuillehouder net al zei, voor ons als gemeente met onbekende kanten. En dat is dan ook wel weer een uitdaging en ook wel weer leuk om te volgen. Ik wens wel alle succes met het opstellen van de veelomvattende huurcontracten. Want ik denk dat daar de meeste kadertjes in terug te vinden gaan zijn. En daar gaat het werk in zijn. Succes, college. Dank u wel, meneer Schuring. Zijn alle partijen aan het woord geweest. Er zijn de nodige toezeggingen gedaan door de portefeuillehouder. En die geven nou even een seintje dat hij toch nog even het woord wil hebben. Meneer Noten. Ja, dat is heel onbeleefd, maar ik heb nog even met de wethouder over gesproken. Maar ik ga gewoon toch wel mee in het voorstel van de heer Uitslag om ambtenaren van de gemeente Dalfsen uit te sluiten. Als dat echt een keer tot een probleem gaat leiden, dan kom ik wel bij u terug. Maar zo kun je ook redeneren. En anders krijgen we weer de vraag wie wel, wie niet. En zit iemand in het bestuur en heeft hij intern weer een andere functie. Dus wij zien ook wel dat het risico's met zich meebrengt die we eigenlijk niet willen lopen. Dus dat is een extra toezegging. Dank u wel voor de toevoeging. De meeste partijen zijn gewoon eigenlijk allemaal het eens met het voorliggende stuk, mits de nodige zaken toch gewijzigd worden. Aftredenrooster, bepaalde tijd. 4.1 schrappen. 4.2, sorry, schrappen. Dank u wel voor het meelezen. Overige zaken in het huurcontract geregeld worden. Andere objecten alleen via de gemeente gehuurd kunnen worden. Nou, ambtenaren geeft hij al toe dat die eruit gehaald worden. Mag ik, een stuk zal hierin gewijzigd moeten worden voor de raadsvergadering. Maar kan ik het als hamerstuk toch naar de raadsvergadering doen, waarbij wij het gewijzigde stuk voor die tijd nog even kunnen doorlezen en dat het zo in de raadsvergadering behandeld wordt. Dat is mijn voorstel. Kunt u daarmee instemmen? Ja?
akkoord, dan is dat bij deze zo besloten. En gaan we hebben punt 4 en gaan we verder met punt 5 van de agenda. De woonvisie 2016-2020. In oktober 2015 heeft de Raad de kaders vastgesteld om te komen tot een nieuwe woonvisie. Maar daarvoor al veel langer daarover gesproken. Het is een intensief traject geweest waarbij ook de coöperaties betrokken zijn geweest en waarbij ook de Raad zijn input heeft kunnen leveren. De woonvisie is een belangrijk document voor het vaststellen van de nieuwe woningbouwplannen en prestatieafspraken met de coöperaties. Ik stel voor dit in twee ronden te doen, een informatieve ronde en een openingerende ronde. En de verantwoordelijke wethouder is de heer Agricola en hij krijgt daarbij ambtelijke ondersteuning van de heer Berkhof. Wie mag ik in de informatieve ronde als eerste het woord geven voor de vragen? Meneer Lochtenberg, CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Een paar vragen. Die vragen concentreren zich op de toenemende problematiek rond de beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen in de goedkopere segmenten. Als eerste vraag, een van de door de Raad benoemde leidende thema's is betaalbaarheid. Uit de analyse van de woontekorten nu en in de toekomst blijkt een flink grotere behoefte aan sociale huurwoningen dan er beschikbaar zijn. We praten over 38% behoefte ten opzichte van 17% beschikbaar. Deze woonvisie schetst weliswaar het probleem, maar biedt weinig zicht op oplossingen. Duidelijk is dat zogenaamde scheefhuurders onvoldoende kunnen worden verleid om hun woning te verlaten en dat investeerders niet investeren in de bouw van vrije sector huurwoningen. Wil het college toch met de woningcorporaties aan tafel gaan over de bouw van meer sociale huurwoningen op korte termijn? Tweede vraag. Het college benoemt status als belangrijk blijvende doelgroep. Hoe ziet het college die visie, afgezet tegen het toenemende woonruimtetekort en de dreigende stijgende woonlasten voor jongeren? Neemt het college een eigen verantwoordelijkheid hierin? Als derde, de provincie staat Dalfsen de komende 10 jaar een woningtoename van 120 woningen per jaar toe. Hoe verhoudt zich dat tot de door het Rijk verplicht toenemende woningtoewijzing aan statushouders? En dan iets anders, er ontbreekt voor zover ik het zie in ieder geval een paragraaf over woonwagens. Kan die nog worden toegevoegd? Dat is hem voorlopig. Dank u wel, meneer Lochtenberg. Meneer Meijering, gemeente Belangen. Dank u wel, voorzitter. Ja, een van mijn vragen sluit eigenlijk aan bij de vraag van de heer Lochtenberg. Ik begin eigenlijk met de vraag over duurzaamheid. In het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid is duurzaam thuis een van de speerpunten. Het doel is om in de periode van 2016-2019 45% van de koopwoningen op label B te krijgen. Voor Dalfsen betekent dit, dat heb ik gelezen, 1224 woningen. Dat is natuurlijk een enorme uitdaging, ook voor de gemeente. Heeft het college al enige ideeën hoe een en ander gerealiseerd kan gaan worden? En gaat de provincie of het Rijk hier ook nog in of aan bijdragen? Mijn tweede vraag is, net ook al wat ik al zei, een beetje aansluitend op de vragen van de heer Lochtenberg. Er zijn veel woningzoekenden, vooral in de primaire doelgroep. En de wachttijden zijn eigenlijk niet bekend bij ons. Er zijn corporaties die transparant werken met wachttijden en wachtlijsten. Ik weet dat de college daar en de gemeente daar geen zeggenschap over heeft, maar kunt u een beeld krijgen hoe dat momenteel ligt? Nu straks de woonvisie wordt vastgesteld, worden er prestatieafspraken gemaakt. De vraag is even of de corporaties kunnen voldoen aan het aantal aanvragen voor sociale huurwoningen. En is het college bereid, als de corporatie er niet aan kan voldoen, om externe partijen daarvoor in te schakelen? Beleggers die wellicht interesse hebben om sociale huur te gaan ontwikkelen? Dat waren mijn vragen, voorzitter. Dank u wel, meneer Meijerink. Meneer Wildvang, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. We hebben twee korte vragen. De eerste is voor mij dezelfde die de heer Lochtenberg stelde, maar voor de zekerheid toch maar even. Bij 3.6, laatste zin van de eerste alinea, wordt aangegeven dat het per saldo in de periode tot 2025 vooral behoefte is aan sociale huurwoningen.
Mogen we er dan nu van uitgaan dat dit gegeven een speerpunt wordt in de te maken prestatieafspraken met de woningstichting? En de tweede vraag die ligt een beetje in het verlengde daarvan. Er staat iets verderop bij 5.3, tweede alinea. De Vechters wil de komende 10 jaar in onze gemeente netto 300 huurwoningen toevoegen. Maar ja, dat lijkt dan niet genoeg. Is dat een punt van discussie? Wordt daar overleg over gevoerd? Of wordt die 300 op een andere manier aangevuld tot datgene wat nodig is? Dat zijn even de vragen. Dank u wel, meneer Wildvank. Meneer Rodeboog van de ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. De woningbouwcoöperatie en die prestatieafspraken, daar is al het nodig over gevraagd. Ik was wel even benieuwd aanvullend wanneer staan die afspraken gepland? Wanneer kunnen we daar iets van verwachten? In de woonvisie wordt gesproken over inbreiding voor uitbreiding. Hoe kijkt de wethouder er tegenaan ten aanzien van het bebouwde perceeloppervlak? En dus je hebt nu, als er bestaande bebouwing is, kan het perceel verder bebouwd worden of wordt de bestaande oppervlakte van de bebouwing als richtlijn genomen? We zien nu hier en daar wel wat verdichting optreden. Er wordt gesproken over de sociale huurwoningen en dat je mensen daar niet kunt dwingen om door te stromen. Dat begrijpen wij, maar heeft het college ook een beeld van waardoor deze doelgroep wel verleid zou kunnen worden? U spreekt ook over verleiden, maar is er ook gevraagd aan de doelgroep hoe wij of hoe het college dat zou kunnen doen? In hoofdstuk 5 wordt een heel duidelijk beeld gegeven van de belangrijkste aspecten. Per onderdeel wordt dat keurig uitgewerkt. 5.6 is een beetje een bijzonder paragraaf daarin, maar er wordt gesproken over de vrijkomende agrarische gebouwen. Daar wordt verwezen naar de bestaande regelingen, maar is dat het enige wat we daarin gaan doen? Of zijn er nog meer mogelijkheden rond de vrije komende agrarische bebouwing? En dan bij de bijlage 2, dan worden veel projecten genoemd, hè, die op stapel staan, die, waar de gemeente iets mee wil. En als je kijkt naar de woningtypes, dan zie je veel verschillende woningtypes daarbij benoemd. Hè, de rijbouw, appartementen. In een stuk wordt heel nadrukkelijk voor een aantal woningtypes is meer vraag naar dan bij andere woningtypes. Waarom kiest de gemeente niet om daar wat specifieker te zijn? Om te zeggen, nou, op dat perceel zouden we graag dat type bebouwing willen. Bijvoorbeeld oudere zorgappartementen, de nultreden woningen. En als laatste, het ligt wel een beetje in het verlengde wat al gevraagd is, maar wij zijn een beetje op zoek geweest ook naar een doelgroep inwoners die wij wat missen. En dat is de doelgroep die niet meer een indicatie hebben en ook aangewezen zijn op goedkope huurwoningen. Er wordt wel gesproken over zorgwoningen voor ouderen, maar inwoners die vallen onder de GGZ of de jeugdzorg. Zou dat ook niet een doelgroep zijn die een plek moet hebben in de woonvisie? Tot zover, voorzitter. Dank u wel, meneer Rodeboog. Meneer De Graaf, D66. Dank u, voorzitter. Een aantal vragen, de wethouder. Om te beginnen bij de inleiding op de woonvisie. Het is duidelijk merkbaar dat de woningcorporaties hebben meegeschreven aan dit document. Ik verwijs in dit geval onder andere naar punt 1.1. Daar staat de volgende tekst. De woningcorporaties zijn onder andere geconfronteerd met een verhuurdersheffing. Zij kunnen die uitgaven eigenlijk uitsluitend terugverdienen door huurprijzen extra te verhogen en bestaande woningen te verkopen. De vraag is op dit punt, is de wethouder het met D66 eens dat deze tekst eigenlijk niet thuis hoort in deze woonvisie en de halve geschrapt dient te worden? Wij zien de relevantie niet. In de woonvisie is verder sprake van een aantal nieuwe woonvormen, zoals nultreden bouwen, zorgvormen, levenbestendig wonen. Het leven van mensen ontwikkelt zich diffuser dan de nota aangeeft. Periodes van alleen wonen, gezinsopbouw, alleen wonen met gedeeld ouderschap, samengestelde gezinsopbouw, lichamelijke beperking, etc. Deze wisselen elkaar door de jaren heen af. Hoe anticipeert het college op deze steeds wisselende woonbehoeften in de woonvisie? Welke mogelijkheden zijn er om particulier initiatief met betrekking tot het ontwikkelen van alternatieve woonvorm te ondersteunen?
En welke kansen zijn er om dit nog verder te faciliteren? Is de doelstelling om 50 woningen per jaar toe te voegen aan de voorraad nultreden woningen wel voldoende? Er blijkt immers een grote behoefte aan dit type woningen te bestaan. Ik kom bij hoofdstuk 6 van de woonvisie, partnerschap en flexibiliteit. De gemeente beschouwt deze woonvisie als een oproep aan de partners om gezamenlijk de woonvisie uit te voeren. Kan de wethouder iets meer vertellen over de vorm waarin de gemeente Dalfsen dit partnerschap denkt te gaan invullen? Bestaan hier al ideeën over? Wie ziet de gemeente als partners en welke rol is hierin weggelegd voor het burgerinitiatief? In hoofdstuk 7 is wel iets opgenomen over de afstemming met buurgemeenten, bijvoorbeeld bij woningplannen vanaf 25 woningen. Over de regionale samenwerking en afstemming hebben wij dan de volgende vragen. Welke regionale knelpunten zijn er geformuleerd en hoe verhouden deze zich tot de situatie in Dalfsen? Hoe zijn regionale afspraken in de woonvisie van Dalfsen geborgd, anders dan in hoofdstuk 7? En welke werkwijze en aanpak is er in de regio gekozen om de woonproblematiek bovenlokaal aan te pakken? En tenslotte een korte vraag over de positie van de statushouder. In hoeverre is de taakstelling voor het huisvesten van statushouders in de voorliggende prognose en planning meegenomen of komt die bovenop de planning? Dat waren ze, voorzitter. Dank u wel, meneer De Graaf. Meneer Schuring, VVD. Voorzitter, ik ga eerst eventjes terug naar bijlage 3 waarin de evaluatie beschreven stond. Daar stond in dat 10% van de nieuwbouw voor ouderen en 40% voor de starters bestemd zou moeten zijn. En verder las ik dat daar de reserveringen op ingesteld waren. Ik was eigenlijk wel benieuwd naar de realisatie daarvan. En als we daar niet aan komt, hoe gaat dat geborgd worden? Even kijken. De betaalbaarheid wordt als een van de kaders genomen. Waaruit zit dat in? Ik hoorde hem zo net al eventjes voorbij komen, maar ja, het is toch wel ingewikkeld met daar waar de duurzaamheidsdoelstellingen sterk gezet worden. Want daar, ja, dat gaat in sommige gevallen toch wel ten koste van de betaalbaarheid. Beperkte beschikbaarheid van de sociale huurwoningen. Staat ook een beetje in dat rijtje. Hoe de doorstromers te stimuleren, door te stromen, het scheef huren aan te pakken. Hoeveel zal dat scheef wonen, scheef huren, hoeveel zal dat aan de beschikbaarheid van de sociale huurwoningen toe gaan voegen? Ik ben wel benieuwd of daar wat meer inkijk in gegeven kan worden. Dat waren de belangrijkste puntjes. Dank u wel, meneer Schuring. Dat zijn de nodige vragen, meneer Agricola. Aan u het woord om deze in samenwerking met de heer Berkhoff te beantwoorden. Ja, voorzitter. Een hele rij met vragen. En ik zal proberen ze zo goed mogelijk te beantwoorden. Dan begin ik even met de vraagstelling door het CDA. CDA stelt er zijn meer huurwoningen nodig en wij zien geen oplossingen. Wil het college om tafel met de coöperaties om eventueel versneld die huurwoningen te gaan bouwen? Het probleem wat u schetst, meneer Lochtenberg, dat kennen wij niet. Want het aantal, wij hebben tot op heden nog geen enkel telefoontje gehad van mensen die graag een huurwoning willen hebben en die met smart op een huurwoning zitten te wachten. Daarnaast wordt natuurlijk ook altijd gekeken van hoeveel is de behoefte per kern om daar een huurwoning te gaan bouwen. Dus waar behoefte is, zal er gebouwd worden. U weet ook dat met name de coöperaties die te maken hebben met een nieuw fenomeen, de verhuurheffing. En in geval van wanneer u als raad deze woonvisie goedkeurt, gaan wij met de woningstichting om tafel om met name de afspraken met hun te maken van wat er gebouwd gaat worden door hun. Dus de zogenoemde prestatieafspraken. Dus
daar waar nodig zal gebouwd worden. En u als raad heeft ook al vastgesteld dat van de te bouwen woningen 50% vrije sector is en 50% sociale huur. Die zijn daar sociale huur enerzijds en sociale koop anderzijds. Dus 50% sociale sector, 50% vrije sector. Dan heb je het over starters. Wij komen straks bij u het volgende onderwerp terug op de startersregeling. En misschien is het goed dat ik daarna bij wat uitvoeriger erin ga. Maar ook willen wij met name de starters op de woningmarkt zoveel mogelijk faciliteren. En dat hebben we altijd gedaan met een starterslening, maar daarover straks meer. Woningen statushouders. Het contingent wat we hebben gekregen van de provincie, wat u in de stukken hebt kunnen lezen, is 1022 woningen voor de komende 10 jaar. En dus dat is dan ook alles, vrije sector en huur. De extra woningen die nodig zijn voor statushouders komen hier bovenop. Dus wat dat betreft, we krijgen een extra kwotum voor woningen die we nodig hebben voor de statushouders. Dan heb je het over woonwagens toevoegen. Nou, wat dat betreft, ik weet niet, wilt u graag meer woonwagens hebben of hoe moet ik dat zien? Meneer Lachtenberg. Nou, dat hebt u mij niet horen zeggen. Nee, omdat u specifiek naar vraagt. Nou, daar staat niks over in. En we hebben natuurlijk wel af en toe te maken met leefbaarheid in de omgeving. Als je het expliciet opneemt in een visie voor de toekomst, dan heb je ook wat meer basis voor eventuele maatregelen in de toekomst. Nou, zoals het nu is het met name wij hebben natuurlijk ook een verplichting om met name die mensen te gaan huisvesten, of te huisvesten. En wat dat betreft weet u ook dat wij als gemeente Dalfsen, dus daar jarenlang bij spreken hetzelfde beleid in hebben, daar terughoudend mee om te gaan. En daar waar problemen zijn met deze doelgroep, wordt er door ons adequaat maatregel genomen. Tenminste, daar zijn we altijd mee bezig. Dan gemeentebelangen, duurzaamheid. U noemt recht op dat 45% van de koopwoningen zullen voor 2030 een label B moeten hebben. U noemt ook een totaal van 1224 woningen. Hoe wij dat willen realiseren? Nou, u als gemeenteraad hebt inmiddels daar al geld voor beschikbaar gesteld. En daarnaast trekken we daar nauw op samen met dus de provincie. Dus de provincie komt daar ook met geldelijke middelen om dit dus te bewerkstelligen. Ik kan u zeggen, er zal nog een nulmeting gedaan moeten worden, want heel veel mensen hebben al aanpassingen gedaan aan hun woning en die zitten al op B. Maar het is de kunst om te weten van wie dit allemaal zijn. Iedereen heeft dus ook een energielabeling in huis gekregen. En, maar dat is gebaseerd op het bouwjaar waarin de huizen gebouwd zijn. Maar daar is geen rekening gehouden met de aanpassingen die mensen hebben gedaan. En mensen geven ook niet aan van wat ze gedaan hebben. Dus wat dat betreft, zou je het goed willen doen, dan zou je een nulmeting per dorp moeten gaan uitvoeren. En dat is ook een van de punten die ook dan met de provincie besproken gaan worden. Dus misschien zitten we al op 30%, maar misschien zitten we op 20%, misschien zitten we op hoger. Maar uiteindelijk het uitgangspunt, die 45%, daar conformeren wij ons ook aan. Dan, u hebt het over de woningzoekenden. Even kijken, en er is ook gesproken over scheefwoners. Momenteel kan ik u zeggen dat daar in de gemeente Dalfsen 627 scheefwoners zijn. Dat is 33,2%. Procent. Dan de wachttijden. Als je kijkt naar de gemiddelde wachttijden, die bedragen zijn per kern verschillend, maar dat zal omstreeks de 2,5 jaar bedragen. Beide woningcorporaties hebben geen wachtlijsten. Beide corporaties, wij spreken, die werken met een
zogenaamd aanbodmodel, dus wanneer de woningen vrijkomen, dan worden ze dus gepubliceerd en mensen die ingeschreven staan beslissen zelf of ze op een woning reageren. Ik kan u zeggen dat er ook een groot aantal mensen zijn die, wij spreken, zich op de wachtlijst of dus hebben zich ingeschreven bij de woningstichting, omdat ze zeggen van nou, als een woning uit die in die wijk voorbij komt, dan ga ik daarop op doen. Dus er zijn ook veel mensen hebben zich uit voorzorg hebben ze ingeschreven. Maar kijkend naar dus de wachtlijst, of de wachtlijst kan ik niet zeggen, maar in ieder geval dus wanneer woningen worden uitgegeven, dat varieert soms anderhalf jaar, twee jaar, tweeënhalf jaar en soms drie jaar. Dat is met name de informatie die wij hebben gekregen van de woningstichting. Hetzelfde geldt ook voor de vesten. Kunnen de coöperaties zorgen voor voldoende woningen? Enerzijds wel, anderzijds niet. Ja, kijk, je kunt iedereen wel tevreden stellen, maar dan moet je voor iedereen maatwerk leveren. Maar zoals ik zei, als iemand hier bijvoorbeeld in Dallas in de Baarsmestraat wil wonen, dat zijn heel aantrekkelijke woningen, zijn niet al te duur. Dus er zit weinig verloop in. Je kunt nooit passend maatwerk voor mensen maken. Dan ga ik naar de Partij van Arbeid. Ja, sociale huurwoningen, speerpunt. Ja, in die zin van wij proberen natuurlijk met de woningstichtingen, proberen wij dus zoveel mogelijk te voorzien in de behoeften. Maar u hebt ook net gehoord wat de wachttijden zijn en met name goed dat in elkaar zit. Er kunnen coöperaties zorg, Vechthorst die is voornemens 300 woningen toe te voegen, is dat voldoende? Ja, de tijd zal het ook leren. Want daarnaast is ook te sprake geweest over nultreden woningen. Ja, en kijk, daar staat ook in de stukken dat we 50 nultreden woningen willen toevoegen per jaar. En dat zal dus dan gebeuren door nieuwe woningen te bouwen in de uitbreidingsplannen. Maar dat zal ook inhouden dat in bepaalde appartementsgebouwen een lift wordt geïnstalleerd. Dan is het ook een nultreden woning. Maar ook in de bestaande woningen zullen er slaapkamers op de begaande grond worden gerealiseerd. En daarmee creëer je ook nultreden woningen. En dat is met name voor het centrum heel erg belangrijk. Want je ziet graag dat de oudere mensen graag in de nabijheid van het centrum willen wonen. En door deze interne verbouwing in de bestaande woningen tot nultreden woningen, dan bedien je zeer zeker een grote groep mensen. ChristenUnie had het ook weer over de woningen van de woningstichting. In die zin van wij hopen in juni de prestatieafspraken met de woningstichtingen rond te hebben. En die we bij spreken dan ook met u hier willen delen voor de vakantieperiode. Dan de bestaande bebouwing. Wanneer we overgaan tot sloop of herontwikkeling zal er al de stedenbouwkundige visie aan de grondslag liggen. Dus wat dat betreft is dat wel een belangrijk punt om mee te nemen. Met name ook om te zorgen dat je wat je bouwt in saamhorigheid is. En dat bij spreken ook er voldoende groen blijft in de wijken. Doorstroming goed te verleiden. Ja, u ziet, u hebt al van mij gehoord dat daar 33% scheve wonen zijn. Waarvan daar de merendeel de hogere inkomens zijn. Wat zien we dus? Deze mensen krijgen ook te maken met een huurverhoging. Dus als die de top bereiken bij spreken van de sociale huurwoningen, dan zou zeggen, ja, we betalen er wel heel erg veel voor. Misschien moeten we bij spreken omzien naar een duurder appartement of duurdere woning. Of ze zeggen, we gaan een woning kopen. Nou, en wat dat betreft van die hogere inkomensgrens zou dat natuurlijk wel een stuk verlichting geven. Dus wanneer dus die mensen die nu scheefwoners zijn of naar een woning gaan die niet zijn het sociale segment, maar dus het hogere segment of gaan kopen. Vrijgekomen agrarische bebouwing.
hebt u een vraag over van meer mogelijkheden. Nou, de mogelijkheden die er zijn, die hebt u als raad vastgesteld. Wilt u als raad meerdere mogelijkheden, ja, dan zult u als raad dat ook moeten gaan verruimen. Dus wat dat betreft zijn er ideeën bij u als raad, dan staan we daar zeer zeker open voor. Projecten, vraag naar bepaalde woningtypes. Daar zijn we continu mee bezig om mensen toch wel te verleiden om ergens te gaan wonen. En je ziet natuurlijk dat je met die 0-2 woning, om een voorbeeld te noemen, ja, dat zijn woningen, daar kunnen alle doelgroepen zouden in gehuisvest kunnen worden. Niet zijn dus ouderen, maar er zouden ook jongeren in kunnen. En je moet toch proberen, omdat het toch voldoende eengezinswoningen zijn, met name in dat segment, met name een extra slag te slaan. Dat zijn dan de 0-2 woningen die wij spreken voor iedere doelgroep interessant kunnen zijn. Daarnaast proberen we natuurlijk in de bouw en de sociale koop, sociale koop, ook projecten te lanceren die interessant zijn voor de jeugd. Om te zeggen van joh, hier willen we graag in. En dan noem ik maar naar de energie-neutrale woningen die gebouwd zijn in Oud-Leuzen, Hoornhorst en Nieuw-Leuzen, maar ook hier in Dalfsen. Zorgwoning van ouderen, nou ook die categorie die u noemt, meneer Rodenboog, passen prima in die 0-3 woningen. Dan D66, wij spreken, die heeft nog wat vragen. In ieder geval, u heeft als eerste noemt u ja, die verhuurdersheffing. Wat dan betreft die hier in de kaderstellende notitie staat vermeld, hoort die hier wel thuis? Nou, die hoort hier zeker naar ons inziens thuis, omdat die van invloed is op de investeringscapaciteit van onze woningbouwcorporaties waar we mee te maken hebben. En daarmee ook op de uitvoering van de beleidsdoelen die in deze woonvisie door de corporaties, bij spreken, daar vanuit een woonvisie wordt gemaakt. Hoe anticipeert het college op de steeds wisselende woonbehoeften in de woonvisie? Want wat wij hier voor u hebben liggen, dat moet u zien als een visiedocument, maar geen uitvoeringsdocument. Ieder 2 jaar laten wij in de gemeente onderzoek doen naar de woningbehoeften van onze inwoners. En met de verkregen informatie kunnen wij desgewenst het programma ook bijstellen. Dus u moet altijd proberen flexibel te zijn, om bij spreken adequaat dus in te kunnen spelen op de woonwensen die er zijn. En het mooie is dat ook onze bestemmingsplannen ook flexibel zijn. Dus wat dat betreft kunnen wij ook snel schakelen en bijstellen. En daarnaast biedt het gebruik van Primos prognose ons inzicht in de toekomstige ontwikkelingen qua aantal inwoners en huishoudens, maar ook in de leeftijdsopbouw, want dat is ook belangrijk. Die leeftijdsopbouw zie je natuurlijk ook in onze kernen ook, die zijn niet gelijk. Als je kijkt naar de kleinere kernen, Hoornhorst, Oud-Leuzen en met name ook Leemerveld, daar zie je dus meer vergrijzing dan in de dorpen Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Welke mogelijkheden vraagt u zijn er voor particulier initiatief met het ontwikkelen van alternatieve woonvormen? Nou, wanneer die er zijn, dan zullen wij die beoordelen en als die initiatieven kansrijk zijn binnen de gestelde casus, dan zouden ze gefaciliteerd kunnen worden. En een mooi voorbeeld is ook het project Samen Aangenaam Ouder Worden, een investeerder uit Arnhem die in Oosterdalsen dus voornemens is om daar 60 luxe huurappartementen te bouwen met een deel zorg. Wat dat betreft, dat was iets wat we hier in Dalfsen nog niet hadden. Nou, daar hebt u ook naar gekeken. En wat dat betreft vonden wij dat een prima aanvulling op het woningaanbod hier in onze gemeente Dalfsen. U vraagt, is de doelstelling om 50 woningen per jaar toe te voegen aan de voorraad 0-3 woningen? Of dat wel voldoende is? Omdat u zegt, ja, er blijkt toch immers grote behoefte zijn aan dit type woningen. Volgens ons, de voorraad 0-3 woningen is voldoende. Echter, deze woningen worden veelal bewoond door personen zonder beperkingen. Dus de 0-3 woningen die er nu zijn, worden bewoond door mensen zonder beperking.
En door mutatie komt een deel van die woningen vrij voor bewoning door bewoners met een beperking. En om te kunnen voldoen aan de behoeften, in zijn totaliteit worden er 50 nultrede woningen per jaar toegevoegd. Dan heb ik het nog gehad over de statushouders. Nou, daar heb ik het een en het ander al op gezegd. Die is zo net. En het rapport opnieuw thuis is kort geleden ook met u besproken. En wij doen er alles op alles om de taakstelling die wij gekregen hebben om die te voldoen. Dan heb ik het over of ik iets meer kan vertellen over de vorm waarin de gemeente Dalfsen partnerschap denkt in te vullen. En bestaan er al ideeën over? En wie ziet de gemeente als partners? En welke rol is hier weggelegd voor een burgerinitiatief? Nou, de woonvisie vermeldt onder paragraaf 6.1 wie de gemeente als partners ziet. De natuurlijke partners bij wonen zijn de beide woningcorporaties en daarnaast ook de plaatselijke belangen die met regelmaat worden geconstateerd. En bouwers, ontwikkelaars, architecten, makelaars, hypotheekadviseurs, maar ook banken, zorginstellingen en welzijnsinstellingen. Dus een vrij breed palet. En wat ik zo net ook al zei, beide woningcorporaties zullen nadat de woonvisie is vastgesteld worden uitgenodigd een bod op de woonvisie uit te brengen. En wij gaan met de corporaties en de huurdersvereniging, want dat is ook nieuw, wij gaan ook met de huurdersvereniging, TOEK 2 onder één kap, om tafel en in gesprek om tot goede prestatieafspraken te komen. Dus met name ook wat die mensen willen, de huurdersvereniging, zal bij ons ook zwaar meewegen. En natuurlijk ook door inwoners aangedragen initiatieven zullen ten alle tijde worden getoetst aan de gestelde kaders en waar mogelijk worden betrokken. Dan heb ik nog over de afstemming met de buurgemeenten, over de woningplan. En u vraagt van welke regionale knelpunten zijn er geformuleerd en hoe verhoudt zich deze tot de situatie in Dalfsen. Nou, Dalfsen vormt binnen de met de provincie gemaakte woonafspraken samen met Ommen en Hardenberg de subregio Vegdal. Binnen deze subregio zijn er momenteel geen knelpunten op het gebied van wonen gesignaleerd door de drie gemeentes. Iedere gemeente blijft met het woningbouwprogramma binnen toegestane bestemmingsplancapaciteit. U vraagt ook hoe zijn de regionale afspraken in de woonvisie van Dalfsen geborgd, anders dan in hoofdstuk 7. En de regionale afspraken zijn in deze woonvisie verwerkt, zeker opgenomen. En dan verwijs ik u graag naar paragraaf 3.7, de eerste twee aandachtsbolletjes. Welke werkwijze en aanpak is in de regio gekozen om de woonproblematiek bovenlokaal aan te pakken? Nou, als er sprake is van woonproblematiek, dient iedere gemeente waar deze woonproblematiek zich afspeelt zelf voor een oplossing te zorgen. Uiteraard kunnen gemeenten binnen de subregio's met elkaar afspraken maken hoe eventuele woonproblematiek samen wordt opgelost. En zo zijn we ook aan het kijken van met name dus het bouwen van huurwoningen in het vrije segment. Om daar als drie gemeenten daar ook proberen om daar in gezamenlijkheid tot een oplossing te komen. Dan de VVD. U had het met name over de terugblik. 60% starters, 40% ouderen. In ieder geval van is het gerealiseerd. Zoals u kunt lezen in het stuk is niet het volledige quota wat we zouden bouwen gerealiseerd. Maar het heeft ook te maken dus die situatie waar ook de beide woningenstichtingen waar wij mee te maken hebben. Gemaakt met het nieuwe beleid van Den Haag. En daarnaast bij spreken zien we ook dat we in Dalfsen afgelopen jaren geen uitbreidingsmogelijkheden hadden. Die is er gelukkig nu wel met Oosterdalfsen. En we maken nu ook een inhaalslag mee. Als je kijkt de grond die nu is uitgegeven, dan de grond die wij als gemeente hebben uitgegeven, daar zijn tot nu toe van de kabels, die 32 die we hebben uitgegeven, 4 kabels is geen interesse
wat dat betreft een aantal kamers voor vrijstaande woningen. En we zien met name dat dat achterblijft, want het heeft ook te maken met het investeringsbedrag en dus de rol van de banken richting dus, of het, laat ik het anders zeggen, de hypotheekverstrekkers. Men wil vaak wel, maar de polsstok is niet altijd lang genoeg. Betaalbaarheid van de sociale huurgrens. Ja, daar hebben we mee te maken. Je hebt te maken met de sociale huurgrens. Maar de woningstichtingen moeten ook met name goedkopere huurwoningen aanbieden. En die hebben we, die hebben ze. En met name daar is vanuit het Rijk zijn daar ook regels voor opgelegd. Ja, scheefwoners heb ik het al over gehad. Ja, wat kun je doen? Ja, wij kunnen ze niet uit de huizen jagen. Dat is niet mogelijk. Voorzitter, ik hoop op alle vragen die gesteld zijn hiermee een antwoord te hebben gegeven. U hebt ze in ieder geval alle 25 behandeld, wethouder. Dus mijn complimenten daarvoor. Waarbij volgens mij alleen bij vraag 3 van gemeentebelangen de heer Meijerink het nog had over als coöperaties niet kunnen voldoen aan een sociale huurwoning of externe partijen daar mee aan de slag kunnen. Als de corporatie, wij spreken ergens om wat voor reden niet willen gaan bouwen, dan ligt de weg vrij voor iemand die dat wel wil gaan doen. Dank u wel voor deze toevoeging, meneer Lochtenberg. Ja, graag voorzitter, dank u. Want de wethouder die beantwoordde mijn vraag met een wedervraag. Mijn belangrijkste vraag die ging over de beschikbaarheid van de goedkopere huurwoningen. Dat ondersteunde ik met een paar cijfers, waarbij de wethouder opmerkte waar komen die vandaan. Want we hebben geen tekorten, we kennen de problemen niet. Nou, wethouder, die haal ik uit uw eigen stukken. U hebt onder andere het bureau ATRIV een onderzoek laten doen ter voorbereiding van deze woonvisie. Nou, die heeft de voorraden, de behoeften geïnventariseerd en geanalyseerd. In uw tabellenboek, die u bijvoegt bij de stukken, op pagina 44, daar staat een prachtige grafiek met de verwachte tekorten tussen 2014 en 2025. Het zijn alleen maar rode balken met tekorten. Toegelicht met, ook hieruit komt naar voren, dat met name behoefte is aan sociale huurwoningen en minder aan koopwoningen. En dan is er specifiek nog wat ingezoomd op de verhuisgeneigden. En daar wordt expliciet de getallen genoemd. 38% zoekt een sociale huurwoning, terwijl er voor 17% beschikbaar is. Dat is één. Een andere, we hebben het tenslotte over een visie die gaat over de toekomst, de komende jaren voor ons. In hoofdstuk 3.6 van die toekomstvisie, een prachtige grafiek ook weer over woningoverschotten en tekorten, met alleen maar tekorten. Onder hoofdstuk 5.1 geeft u aan dat er weliswaar voldoende woningen zijn, maar dat die inderdaad voor een belangrijk deel worden bewoond door scheefwoners, waar u eigenlijk geen raad mee weet. Dus hoezo geen probleem? Dank u. Dank u wel, meneer Lochtenberg. Meneer Agricola. Ja, meneer Lochtenberg, u hebt het over een heel lang tijdspad. En zoals ik zei, we gaan iedere 2 jaar ook eens evalueren van hoe de stand van zaken is. Kijken wat wel als een paal boven water staat, is dat Vechthorst heeft gezegd, wij willen de komende tijd 300 woningen toevoegen. Daarnaast willen we gaan ook heel bij spreken appartementengebouwen waar het niet het geval is, liften in plaatsen en ook bestaande woningen om gaan bouwen. Dus houden we daar zeer zeker de vinger van de pols. Maar meneer Lochtenberg, wat ook meespeelt, is dat ook mensen zeggen van ik zou graag een sociale huurwoning hebben, een goedkope huurwoning willen hebben. En er zijn een aantal mensen die hebben nog een woning te koop. En in ieder geval van, en die moet eerst nog wel verkocht worden. En ik heb wel eens vaker tegen iemand in een kern gezegd, als u mij morgen een lijstje aanlevert van mensen die een goedkope huurwoning willen hebben en die het ook voor in aanmerking komen, van geef mij dat lijstje maar en zet de handtekening op de dracht als de woning klaar is, dat ze hem ook betrekken. En dan blijkt in één keer het verhaal wat anders te liggen. Dus kijk, we kunnen
de wereld en de gemeente en de hele sociale woningbouw niet in één keer op zijn kop zetten. Maar u weet ook, en daarvoor loopt u ook al lang genoeg mee in deze raad, dat wij er alles op alles zetten om met name voor iedere doelgroep, voor iedere inwoner van de gemeente Dalfsen een passende woning te creëren. U hebt als raad ook zelf vastgesteld 50% vrije sector, 50% sociale sector, waarvan 30% huurwoningen en 20% sociale koop. Als u als gemeenteraad van mening bent dat dat percentage anders moet komen te liggen en de mogelijkheden zijn er om dat uit te voeren, wie ben ik dan om te zeggen dat gaan we niet doen? Maar begrijp wel, als een woningstichting bij spreken gaat bouwen, moeten ze wel investeren en moeten er wel middelen voor zijn. En we zien ook met name in de doelgroep, boven het sociale huursegment, dat we momenteel nog geen partijen hebben die hier gaan bouwen. Ja, buiten, tenminste als het redden, samen aangenaam ouder worden, maar die zie je gaan pas bouwen als 70% verhuurd is. En ik heb hier ook wel een partij aan tafel gehad, meneer Lochtenberg, die dat wil doen, maar dan wil ze de grond praktisch voor niks hebben. Nou, en dat kan de bedoeling ook niet zijn. Want de prijzen, heb je als raad, zijn er ook vastgesteld. Je kan er geen autohandeltje van maken. Maar nogmaals, in de tijd heb je gelijk. Nou, en we proberen samen met de woningstichting invulling te geven van aan de behoefte die er is. En we gaan niet voor niks, één keer in twee jaar gaan we evalueren. Maar de wereld zit complexer in elkaar dan grafieken die hier in het rapport staan. En ik denk ook wel dat u dat met mij eens bent, meneer Lochtenberg. Wie ben ik om dat niet met u eens te zijn? Dus. Hey, voorzitter, mag ik er ook een vraag over stellen, aansluitend hierop? Aan u het woord, meneer Wilson. Want ik had op zich ook een vraag in eerste instantie gesteld in de lijn van wat meneer Lochtenberg ook vroeg. En ik ben toch wat op het verkeerde been nu, geloof ik. Want u levert een aantal cijfers aan, die volgens mij overduidelijk aantonen dat er in ieder geval flink tekort aan zit te komen. En wellicht ook al is, want er is ook een wachttijd van 2,5 jaar, zegt u. Dat lijkt me toch ook wel een behoorlijk lange tijd voor een dorp als het onze. En dat is niet iets waar je van zou kunnen zeggen, nou, dat is zo en dat laten we zo. Maar goed, we hebben deze cijfers gekregen, onderzocht door Atrivé. En vervolgens zegt u van ja, maar die cijfers die zijn, als ik het ga vragen op straat, blijkt dat allemaal niet te kloppen. Dan is het allemaal niet zo hard. Dan kom ik een beetje in verwarring. Waar moet ik nou van uitgaan? Moet ik nou van deze cijfers uitgaan? Of moet ik op straat gaan vragen of ze ook echt hun belangstelling, die ze kennelijk op één moment hebben bekendgemaakt, of ze die belangstelling weer intrekken? Dus ik begrijp niet helemaal goed wat u daarmee zegt. Voor het overige denk ik dat het toch echt zo is dat 2,5 jaar voor een dorp als Dalfsen te lang is. En het zou me wat waard zijn als u zou willen proberen om met die woonstichting afspraken te maken om die wat terug te dringen en dat u dus in de prestatieafspraken iets duidelijker afspreekt met hun, want u bent een belangrijke partner van de woonstichting. U gaat er niet alleen over, dat snap ik heel goed. Maar u bent wel een hele belangrijke, zo niet de belangrijkste partner van de woonstichting. Het lijkt me dat het op u werd gericht om daar afspraken over te maken wat we de komende jaren nou gaan doen. En als ik dan nogmaals lees dat er maar 150 worden gebouwd in een periode waar er eigenlijk 300 nodig zijn, de eerstkomende 5 jaar... dan hebt u echt nog wat af te spreken met die woonstichting. Dus daar zou ik toch wel op willen aandringen bij u, dat u het niet aan de woonstichting alleen overlaat, maar dat u wel degelijk op basis van deze cijfers probeert wat hardere afspraken te maken. Dank u wel, meneer Wilsvank. Meneer Gikkelaar. Ja, meneer Wilsvank, dat doen we ook. In die zin van wachtlijst 2,5 jaar is gebaseerd op de cijfers, bij spreken die we hebben gekregen. Daar zit ook een categorie in mensen die zich hebben ingeschreven, maar bij spreken wachten tot het huisje voorbij komt wat ze graag willen hebben. Ja, meneer voorzitter, maar als ik niet uit mag gaan van deze cijfers die ik krijg, dan wil ik ze ook niet hebben. Dus als ik cijfers krijg, nu hoor, van 2,5 jaar, dan wil ik daarvan uit kunnen gaan. Dus is dat nou een gegeven of is dat iets wat zomaar genoemd wordt? Kijk, die zeggen van,
zoals ik zei, de toewijzing vindt plaats op basis van inschrijving. En het is niet zo van als iemand staat ingeschreven of heeft kenbaar gemaakt van dat ze een woning zoeken en ze krijgen een woning toegewezen, dat ze kunnen zeggen van ik neem hem. Nee, als ze zeggen van als hij niet bijvoorbeeld in die buurt is die ik noemde, dan wacht ik. Ik wacht wel dat één voorbij komt. Dus daar hebben we ook mee te maken. Daarnaast wordt in Oosterdalfsen gaat Vechthorst in één keer 36 huurwoningen bouwen. En als de planning het is, begin volgend jaar. Ze hopen dit jaar, eind dit jaar nog te starten met woningen in Nieuw-Leuzen. En zoals u in de stukken kunt lezen, het grootste tekort aan sociale huurwoningen zit in deze twee kernen. En daar bij spreken is de woningstichting, gaat daar bij spreken voortvarend aan de gang. En, meneer voorzitter, dat mag nog even. En we hebben de 60 nodig per jaar. 300 in 5 jaar, 60 per jaar. Dus 36 klinkt wel als een mooi getal, maar is gewoon te weinig. Ja, 36 en de woningen nog in Leemreveld, hè? En dat zullen ook rond de 25, 26 zijn. En daarbij spreken heb je nog, Leemreveld heb je nog. Dus wat dat er gaat, daar komen we wel aan. Daar komen we wel aan, meneer Wildvank. Maar dan klopt die 150 dus niet. Ik probeer het toch echt te begrijpen, hoor. Want er staat hier dat de woonstichting die gaat 150 woningen toevoegen. Dat zijn er 30 per jaar. Het is ervan, wat dat betreft, zij gaan dat doen, maar je hebt eerst te maken met een inhaalslag. Want u weet ook dat de laatste jaren, met name hier in Dalfsen, dat daar geen sociale huurwoningen gebouwd zijn. Dus dat gaan we nu in één keer gaan we dit inhalen. En dat hebben we ook met, dat zie je in Nieuw-Leuzen, daar is altijd wel gebouwd omdat er grond voorhanden was. Maar ook daar, bij spreken, gaan ze ook binnenkort weer starten. Maar in Dalfsen vindt een inhaalslag plaats en ik heb ook gezegd, ze gaan ook dus bestaande woningen, gaan ze ook de omvormen naar nultreden woningen. Dus we kijken hier heel goed, waar is behoefte aan? En u ziet ook in dit stuk van, er is voldoende, ze zijn er eengezinswoningen. Dus die eengezinswoningen worden ook niet meer toegevoegd. En natuurlijk, je gaat ook niet voor de leegstand bouwen. Dus wat dat betreft, wij houden continu de vinger aan de pols. En daarom is het ook één keer in de twee jaar, houden we even de thermometer erin. Waar staan we? Moeten we gaan schuiven? Want ik zei ook aan u, het is niet een uitvoeringsplan wat die woonvisie is. Maar het is een visiedocument. Dus het ligt niet in beton gegoten. En daar mag u als raad, maar ieder twee jaar, mag u daar kritisch op zijn van, joh, heb je er wel van geleerd? Hoe zit het nu werkelijk? Waar sta je nu? Dank u wel, meneer Griekelaar. Voorzitter, mag ik daar nog één vraagje op meneer Schuring? Voort bordurend. Want we hebben het niet over een wachtlijst. Aangezien, ik vertaal dan even vrij, aangezien de ingeschrevenen soms ook preventief ingeschreven staan of echt specifiek op zoek zijn naar dat ene woningje als die voorbij komt. Maar is daar dan ook een onderscheid in te maken? Bijvoorbeeld, kennen we die kengetallen van de ingeschrevenen en hoeveel daar dan op zo'n manier ingeschreven staan en hoeveel er daadwerkelijk op zoek zijn naar een echte woning? En daarbij komt dan bij mij naar voren, hoeveel urgente, tussen aanhalingstekens, mensen zijn er en hebben die dan meteen een woning? Meneer Griekelaar? De precieze cijfers ken ik niet. Maar wat ik wel weet is de afdeling Sociale Zaken heeft nauw contact met onze woningstichting. En zijn de urgente zaken, er wordt altijd gezorgd voor een passende oplossing. Dat is ook Dalfsen. Dank u wel. Meneer Rodeboog, ChristenUnie. Ja, dank u wel voorzitter. Even een ander onderwerp. Inderdaad knap om alle 25 vragen te beantwoorden, maar ik heb over twee vragen toch wel even een aanvulling nodig. Ik sprak over de bepaalde categorie die ons inzien was gemist en u ging naar de ouderen toe. Maar dat zijn met name inwoners die net tussen wal en schip vallen en met name rond jeugdzorg, GGZ en lichtverstandelijke gehandicapten. Die groep wordt niet benoemd in de woonvisie. Ging naar de ouderenzorg die wel genoemd wordt, maar ik zou hier nog wel graag een antwoord op willen hebben of u die ook als doelgroep ziet en of u die wilt opnemen.
Dat is één. En de tweede is over de vrijkomende agrarische gebouwen. En natuurlijk willen wij altijd meedenken. U speelt de bal terug. Ik stelde de vraag, er zijn twee maatregelen die u noemt. En mijn vraag was, zijn die maatregelen voldoende om de problematiek aan te pakken volgens u of niet? En als u zegt, dat is niet voldoende, er is meer nodig dan die twee maatregelen, zullen wij altijd graag bereid zijn mee te denken. Maar dat doen we pas als er echt een probleem is. Anders gaan wij niet ons daarover buigen. Dank u wel, meneer Rodeboog. Meneer Griekelaar. Op uw eerste vraag terug te komen, meneer Rodeboog. Op pagina 18, er staat onder 4.2.5 over de doelgroepen. Er staat bij het thema betaalbaarheid is al een belangrijke doelgroep genoemd. De huishoudens met een laag inkomen. Bij het thema wonen en zorg is aandacht besteed aan ouderen. Voor de gemeente zijn verder starters een belangrijke doelgroep. Daarnaast is er zorg voor bijzondere doelgroepen, zoals statushouders waarvan de omvang sinds 2013 sterk toeneemt, de mensen met een lichte verstandelijke beperking en de GGZ-cliënten. Dus daar is zeer zeker zeker aandacht voor. En in die zin, ik kan u vertellen, van die ene doelgroep waar u het nu over heeft, zijn we zelfs in Oud-Leuzen ook bezig om die doelgroep te kunnen huisvesten. En dan de vrijgekomen agrarische gebouwen. Mij is nog niet ter oren gekomen dat het niet voldoende is wat we nu doen. Als we kijken met name wat er nu gebeurt, Is ook iets, want ook op het platteland staat de tijd niet stil. Ook daar zullen we continu bij spreken moeten monitoren van, is het dan wel voldoende? Kijk, u als raad heeft natuurlijk met het bestemmingsplan de mogelijkheid voor een tweede bedrijfswoning, dat is niet meer mogelijk. Daarnaast is de plattelandswoning is toegevoegd. Nou, wij zien dat daar mensen ook heel erg blij mee zijn. Ook de rood voor rood heeft zeer zeker voorziet in de behoeften. En daarnaast zien we ook met ombouwen van karakteristieke schuren voor wonen en voor andere functie, dat gebeurt ook. Maar nogmaals, mocht daar vanuit het platteland nieuwe initiatieven tot ons komen, dan kijken we daar zeer zeker nauwkeurig naar, omdat met name die leefbaarheid en vitaliteit van ons platteland is heel erg belangrijk in deze. En kunnen we daartoe bijdragen, dan zullen we het zeer zeker doen. En we kijken ook met een open mind naar nieuwe bedrijven die zich daar kunnen vestigen. Wat niet conflicterend is met de agrarische sector. Dus het totale palet houden we heel nauwlettend in de gaten. Dank u wel, meneer Griekela. Na beantwoording van al deze vragen wil ik graag overgaan naar het opinierende gedeelte van dit agendapunt. En meneer Meijerink, mag ik u het woord geven voor de eerste opinie? Dank u wel, voorzitter. Nou, ondanks de misschien wat kritische vragen zijn wij blij met deze nieuwe woonvisie. En dank aan ieder die zijn bijdrage aangeleverd heeft. Zoals we ook al bij de kaderstellennotitie van vorig jaar oktober volgens mij hebben gemeld, is het hoofddoel van deze woonvisie hetzelfde als die van de vorige woonvisie. Namelijk het voorzien in de lokale woningbehoeften en bevorderen van een aantrekkelijk woon- en leefklimaat. U schrijft geloof ik iets van ervoor zorgen dat alle inwoners van de gemeente Dalfsen prettig wonen. Nou, daar zijn we het helemaal mee eens. Deze nieuwe woonvisie gaat echter niet alleen over woningen, maar ook over de aanpalende beleidsterreinen. Er is gekozen voor een beperkt aantal thema's en maatregelen om de focus bij de belangrijkste opgaven te leggen en daar kunnen we ons helemaal in vinden. De hoofdthema's, betaalbaarheid, bestaande woningvoorraad, nieuwbouw, wonen en zorg en doelgroepen komen duidelijk hierin terug. Ook de algemene principes die in alle thema's moeten terugkeren als leefbaarheid, duurzaamheid en inwonersinitiatief zijn in deze visie voldoende benoemd. De woonvisie is inderdaad volgens ons ook vooral een visiedocument en geen uitvoeringsdocument. Het woonlandschap is de afgelopen jaren danig veranderd en al deze ontwikkelingen en de prioriteiten die wij vorig jaar hebben benoemd, zijn in deze nieuwe woonvisie op en meegenomen. Er is aan de hand
van de demografische ontwikkelingen zichtbaar gemaakt wat de ontwikkelingen in de kernen zijn en waar wel of niet uitbreiding van de woningvoorraad gewenst is. Niet geheel verrassend zijn de uitkomsten uit het woonbehoefteonderzoek, waaruit onder andere de behoefte aan huurwoningen in met name de kernen Dalfsen en Nieuwleusen naar voren komt. Om niet helemaal blind te varen op de huidige cijfers uit het onderzoek en wij ontwikkelingen niet kunnen voorzien, zijn we daarom voorstander om in 2017 een nieuw woningmarktonderzoek te laten uitvoeren. Nu de woonvisie straks is vastgelegd, is het van het grootste belang dat er goede prestatieafspraken gemaakt worden met de woningcoöperaties. Mochten de woningcoöperaties, ik heb het net al gezegd, ondanks de prestatieafspraken niet in staat zijn aan de vraag in de sociale huursector tot de aftopsgrens te voldoen, dan vinden wij ook dat andere partijen de mogelijkheid moeten krijgen woningen in deze sector te ontwikkelen en te bouwen. Mede vanwege het feit dat een aanzienlijk deel van de sociale huurwoningen tot de aftoppingsgrens door de huishoudens met een midden- of hoger inkomen wordt bewoond, zal het voor de gemeente en of coöperaties nog een buitengewoon uitdagende opgave worden om deze huishoudens te verleiden een andere woning in onze gemeente uiteraard te gaan betrekken. We zijn blij dat duurzaamheid als algemeen principe in alle hoofdthema's terugkeert. Want daar zullen de komende jaren nog veel slagen gemaakt moeten gaan worden als we de CO2-doelstelling in 2025 willen gaan bereiken. We hebben nog wel de nodige zorgen, ik heb ze al even uitgesproken, of we in die periode, de komende periode, in staat zijn 45% van de bestaande voorraad van koopwoningen op label B te krijgen. Ondanks de terugtrekkende overheid is het voor ons nog de grote vraag of de rol van de gemeente op duurzaamheidsbeleid uitsluitend kan volstaan met faciliteren, verbinden, stimuleren en het creëren van randvoorwaarden. Wij hopen dan ook dat de samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de woonafspraken van de 11 gemeenten in West-Overijssel met de provincie breder getrokken gaat worden dan uitsluitend de duurzaamheidsleidingen voor het langer zelfstandig thuiswonen. Lang zult u wonen. Met betrekking tot de groei van de woningvoorraad staat de provincie de komende 10 jaar toe dat deze met 1022 woningen toeneemt. We zijn groot voorstander, en de wethouder is volgens mij dat ook, van vraaggericht bouwen. Het gaat ons dan niet zozeer om de groeiaantallen van woningen die in de visie genoemd worden, maar of er voldoende woningen in de betreffende doelgroepen gebouwd gaan worden. Naast de vergrijzing wordt er ook een ontgroening verwacht, staat te lezen in de woonvisie. Daar moeten we de komende jaren met name op inspelen. Het toekomstbeeld in 2025, wat in de visie wordt geschetst, is misschien wel het ideale plaatje, maar daar moeten we wel voor gaan. Al met al, we zijn blij met de woonvisie en we kunnen hem graag met u vaststellen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Meijerink. Meneer Lochtenberg, CDA. Ja, dank u, voorzitter. Nou, deze woonvisie hebben wij al een hele tijd uitgezien. Een visie die antwoorden moet geven op de te verwachten woningenbehoeften en op de impact van een aantal actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Wij zien een visie die zich breed baseert op voorspellend demografisch onderzoek, waar de woningenbehoefte betreft. En dat is prima. De opzet met geconstateerde probleemstellingen met bijbehorende oplossingsrichtingen spreekt ons ook erg aan. Onze complimenten daarvoor. Op een aantal terreinen vinden wij echter dat de visie nog een stukje aanvulling behoeft. Wij zoeken ook niet naar de uitvoering, maar wij zien wel graag meer lef in de visie op een aantal onderwerpen. Als eerste in het zoeken naar oplossingen voor tekort aan sociale huurwoningen. Als tweede de uitwerking van de belangrijkste algemene principes leefbaarheid en duurzaamheid, zoals door de Raad benoemd in de kadernota. Als derde het bouwen voor jongeren en senioren. En als vierde het kerngerichte beleid. Over die goedkope huurwoningen hebben we een heleboel gezegd al. En ik ga het niet allemaal herhalen. Maar betaalbaarheid is wel het eerste thema dat door deze Raad is benoemd als uitgangspunt voor de nieuwe visie. En we verwachten daar dus gewoon een flinke inzet op. Wij roepen het college op om met de woningcoöperaties, daar val ik eens even in herhaling, wel aan tafel te gaan om te zoeken vanaf het echt niet op korte termijn wat meer gedaan kan worden dan wat we met elkaar hier constateren. Echt onvoldoende 150 woningen. En ik weet het gaat nou maar over één woningcoöperatie, maar wellicht dat de andere ook bij kan dragen. Ons tweede aandachtspunt richt zich op die uitwerking van die kaderstellende algemene principes. En die vinden wij echt wat, in tegenstelling tot onze collega's van gemeentebelang, wat te beperkt.
Want het belangrijkste uitgangsprincipe leefbaarheid wordt voornamelijk overgelaten aan het burgerinitiatief. Waar mogelijk wordt dit ondersteund. Maar voorzitter, daar valt toch veel meer van te zeggen en vooral meer mee te doen. Leefbaarheid heeft bijvoorbeeld sterk te maken met de opbouw van wijken. Kijk naar verschillende woningtypen. Naar verhouding koop en huur, er is wel iets van gezegd als uitgangspunt, maar wat komt er van terecht? Naar woningen die eenvoudig kunnen worden aangepast ter behoeve van andere doelgroepen. Naar de inrichting van de openbare ruimte die mee kan bewegen met de veranderende samenstelling in de wijk. Naar de veranderende samenstelling van wijkbewoners. En naar een omgeving waar mensen zich veilig voelen. En naar een meer op ontmoeten gerichte buurt. Van dit soort dingen, dat is allemaal leefbaarheid. Daar is heel weinig van terug te vinden in deze visie. En natuurlijk moet een visie niet te langdradig worden. Maar als je kaderstellend flinke uitspraken doet, moet je daar ook echt actief meer invulling aan geven in de uiteindelijke visie. En voor het algemene principe duurzaamheid geldt een vergelijkbaar iets. Het college geeft aan dat bewustmaking minder noodzakelijk is geworden en dat ze enthousiast is over de dorpsinitiatieven en het duurzaam thuisproject. Is ook prima, niks mis mee. Maar voorzitter, als de raad dan aangeeft dat duurzaamheid een van de leidende thema's dient te zijn de komende jaren, dan mogen we daar toch wel iets meer van verwachten dan een constatering. Energiebesparende technieken bijvoorbeeld zijn de laatste jaren zo snel ontwikkeld dat de beste uitspraak mag worden gedaan over het duurzaamheidsniveau dat Dalfsen nastreeft voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw. En ja, daar horen dan maatregelen bij. Ook lezen we niks over duurzaam materialengebruik of over mogelijkheden tot opwekking van hernieuwbare energie. Een klein puntje in het kader van burgerinitiatieven lijkt het mij verstandiger om te spreken over 5 dan over de genoemde 3 dorpen. Duurzame dorpen, sorry. Ons derde punt betreft het bouwen voor jongeren en senioren. Deze visie wil meer woningen voor senioren, liefst geschikt voor zorgverlening. Prima. Maar het zijn daarnaast ook echt spannende tijden aan het worden voor onze jongeren en status op de woningmarkt. De lasten voor nu nog studerende jongeren, bijvoorbeeld, die dreigen flink op te lopen, onder andere door het stopzetten van de studiebeurs. De landelijke en provinciale ondersteuning van status op de woningmarkt is althans voorlopig ook stopgezet. Financiering wordt steeds meer een nijpend probleem. Beschikbare betaalbare huurwoningen zijn er gewoon te weinig. Voor een groot deel van die generatie dreigt een woningprobleem. En u hebt gelijk, u hoort ze nu misschien niet, maar we hebben het hier over een visie voor de komende jaren. En het zijn gewoon actuele problemen. Steeds meer jongeren blijven noodgedwongen te lang bij de ouders wonen of zoeken het over de gemeentegrenzen in bijvoorbeeld Heino. Wij zijn het afgelopen jaar bekend geworden wegens de recente vondsten van een heel oud Dalfsen. En we prijken allerlei lijstjes bovenaan. Maar met alle respect voor onze senioren, voorzitter, maar we willen niet bekend worden als de rollator gemeente van Nederland. Het kan ook niet zo zijn dat we de problemen afschuiven alleen op de woningcorporaties, die deels vanwege overheidsmaatregelen andere keuzes maken. En voorzitter, CDA probeert in oplossingen te denken en we willen inzetten op 2 sporen. Als eerste de al genoemde noodzakelijke bouw van een fors aantal sociale huurwoningen extra. Een tweede spoor richt zich op het realiseren van goedkopere woningen in het koopsegment. De woonvisie stelt als maatregel voor, en ik citeer, er worden vraaggericht kleine koopwoningen gebouwd voor alleenstaanden. Dat is mooi. Maar ook voor 2- en 3-persoonshuishoudens dient de focus bij nieuwbouw te liggen op betaalbaarheid. Zowel huur- als koopwoningen kunnen daarbij wat ons betreft het best worden gebouwd als dubbeldoelwoningen. Zo'n dubbeldoelwoning is een aanscherping van de succesvolle doorstroomwoning. Wij mikken daarbij op kleinere woningen die eventueel middels kleine ingrepen geschikt zijn te maken voor bewoning door senioren of door jongeren. Er kunnen ook best gelijkvloerse appartementen zijn zoals hier en daar al gerealiseerd zijn. Met betrekking tot de bestaande bouw nog het volgende. Het college acht het splitsen van grote energievretende woningen uit de 60e tot 80e jaren zeg maar in 2 duurzame kleinere woningen te duur. Maar voorzitter, daar mogen we ons niet zomaar bij neerleggen. Gezien het grote te verwachten aanbod en het belang van verkopers en passend in de doelstelling van voldoende betaalbare woningen voor jongeren en senioren, lijkt het ons de moeite waard om de lokale bouwondernemingen en architecten uit te dagen om met betaalbare oplossingen te komen daarvoor. We hebben het over het splitsen van die grote woningen van inmiddels 30 tot 50 jaar oud. Voorzitter, mag ik één vraag stellen? Heeft het nu over huurwoningen of koopwoningen? Koop.
Maar daar zijn wij geen eigenaar van, meneer Lochtenberg. Dat klopt helemaal. En er zit ook een prijskaartje aan vast, meneer Lochtenberg. Ja, dat constateert u net herhaald. Dat moet ook betaald worden, meneer Lochtenberg. Ja, dat constateer ik ook alleen dat u dat constateert. En ik stel u alleen voor om te kijken in hoeverre of wij de mensen die we in onze, binnen onze gemeente dagelijks mee bezig zijn, om die eens uit te dagen of het echt niet anders kan. Of er echt geen mogelijkheden zijn. En ik heb al eens een architectenbureau van net over onze grens uitgedaagd. En die zei, daar moet best wat in kunnen. Daar moeten ook binnen onze grenzen oplossingen voor te vinden zijn. Betaalbaar. Suggestie. Ons vierde en laatste aandachtspunten betreft het kerngerichte beleid. In de notitie woningmarkt Dalsen van september 2015, uitgevoerd ATV, lezen we om aantrekkelijk te blijven. Is het wel verstandig om goed te kijken welke kern, welke functie heeft en welke uitbreiding waar gewenst is. We hebben vertegenwoordigers van de kernen, die hebben wel input geleverd, maar die is niet uitgewerkt naar deelvisies per kern. En wij vinden burgerparticipatie heel mooi, maar dat leidt tot betere resultaten als de geleverde inbreng ook herkenbaar wordt geprojecteerd in de visie. Goedenavond in deze raadzaal met half geopende deuren in verband met de warmte. En gaan we verder met punt 6 van de agenda, aanpassing verordening statuslening. Verantwoordelijk wethouder de heer Agricola, ondersteuning van de heer Berkhoff. Na vaststelling van de verordening statuslening 2015 door de raad eind 2014 geldt de statuslening alleen nog voor de aankoop van een bestaande koop- of huurwoning en worden geen biddingseisen meer gesteld. Het college stelt voor om de regeling voor te zetten omdat er nog vraag naar zou zijn en er geen duidelijkheid is over de nieuwe provinciale regeling. Behandeling in twee ronden, informatief openierend, voor de informerende ronde. Wie mag ik als eerste het woord geven? Meneer Wildvang, Partij van de Arbeid. Dank u wel. Te beginnen even vooraf dat het een heel goed is om het nu aan de orde te stellen en niet langer te wachten. Wat dat betreft ook echt compliment om dat maar zo naar voren te brengen. Prima. En dan hebben we eigenlijk twee korte vragen. In eerste instantie de argumenten die in het raadsvoorstel staan onder 1.4 tot 1.6, die pleiten eigenlijk allemaal ervoor om de statuslening voor te zetten en onderstrepen vervolgens het belang van de statuslening voor doorstroming, de differentiatie in de leeftijdsopbouw en de mogelijkheden voor investeringen door woningstichting. De vraag die je dan krijgt is waarom dan halveren, want in de kanttekening die in hetzelfde raadsvoorstel staat, wordt opgemerkt dat dit tot gevolg zal hebben dat voor minder personen het eigen woningbezit mogelijk is. Dus de vraag is, zijn we niet veel te zuinig? Want de financiële risico's, lees ik in het stuk, zijn zeer beperkt tot nihil. En de tweede vraag die ik nog heb is, en dit wordt gezien als een mogelijkheid om de differentiatie in de leeftijdsopbouw in de wijk te stimuleren. Zijn ook andere mogelijkheden om ditzelfde te stimuleren onderzocht? Dank u wel. Dank u wel, meneer Wildvang. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel. Ik wil graag aansluiten bij die eerste vraag van de heer Wildvang. En eigenlijk heeft hij mee te maken als je nu gaat halveren. Betekent dat er waarschijnlijk ook minder aanvragen zullen komen. Want er zijn natuurlijk ook een aantal starters die alleen maar geïnteresseerd zijn in zeg maar, een starterslening van rond de 30.000 of 35.000. Dat zou kunnen betekenen dat je in de prognose ook gewoon minder gaat uitgeven. En is er in die zin door het college ook een schatting gemaakt van welke effecten dat die vermindering heeft. En is het daarom misschien niet mogelijk om die 17,5 wat te verhogen. Daaraan gekoppeld is de vraag van, als dat niet mogelijk is of niet wenselijk zou zijn, kunnen we dan tussendoor meten om toch nog eens te kijken van of je op kortere termijn misschien tot een bijstelling kunt komen. En de derde vraag die we hebben, die gaat over het provinciale beleid in deze. Dat gaat over de koppeling van een starterslening met duurzaamheid. Met name ook die paragraaf duurzaamheid, is die van toepassing op die doelgroep van koopwoningen en huurwoningen die we nu voor hebben met deze starterslening. En is het college dan eventueel bereid, als daar meer duidelijkheid over is vanuit de provincie, om dan opnieuw te kijken naar deze verordening en dan misschien met een passend voorstel te komen? Dat zijn onze drie vragen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Nijkamp. Meneer Lochtenberg, CDA. Dank u, voorzitter. We hadden vooraf maar één vraag. Die sluit goed aan bij de vraag van de ChristenUnie. In hoeverre is het eventueel mogelijk om toch een verhoging te bespreken als die gekoppeld zou kunnen worden aan duurzaamheid? Wat is daar dan voor nodig? Wat kan er nog wel en niet? Meneer Meijerink, gemeentebelangrijk. Ik sluit helemaal aan bij meneer Lochtenberg. Maar ik verwacht eigenlijk of er wellicht een alternatief zou komen van het college. Eigenlijk wordt er maar één voorstel ingelegd, maar waar ik gedacht van ja, koppel het nou eens ook kijkend naar de vragen die net gesteld zijn. Had er een ander model ook naast gezet. Misschien heeft de wethouder wel ideeën, dus die horen we graag. Dank u wel, meneer Meijerink. Meneer De Graaf, D66. Voorzitter, ik sluit aan bij de gestelde vragen. En daar is nog één. Het gaat meer over de bestaande gang van zaken. Hoe verloopt de betaling van renteaflossing in de bestaande leningen? Zijn er knelpunten, zo ja? Waar bestaan die dan uit? Even een indruk te krijgen. Dank u wel, meneer De Graaf. Meneer Schuring, VVD. Ik sluit me netjes aan bij de gestelde vragen. Dan heb ik alle partijen gehad. Wethouder, aan u het woord. Ja, voorzitter. Om maar met de deur in huis te vallen, dit is een tussenoplossing. Want wij zitten ook met smart te wachten op het voorstel van de provincie. En de provincie is er nog niet uit. We hebben kort geleden nog een gesprek gehad met de gedeputeerde. Die is bezig om een voorstel voor elkaar te krijgen. Dat moet dan naar de Staten. Dus voordat daar meer duidelijkheid over zal zijn, zal dat nou eind van het jaar zijn. Wat wij hebben beoogd met het voorstel, wij hebben nog in de pot 293.500 euro. Het was altijd zo van, het Rijk deed al de helft, provincie een kwart en wij een kwart. Toen is het Rijk daarmee gestopt, toen was de provincie de helft en gemeente de helft. Dus wij hebben al dit 17.500 euro hebben dus in die pot gedaan en de provincie voor de rest. Zouden we bij spreken, kijkende naar het geld wat we hebben, en je zou bij spreken zeggen, nou wij houden het 35.000 euro, dan zou je 7 mensen kunnen voorthelpen. Maar we zien ook dat er jaarlijks 27, 28 mensen gebruik maken van deze pot. Dus we zeggen van ja, daar moet je 20 mensen teleurstellen. Dus toen hebben we gezegd van nou, dit is het budget. Wat gaan we doen? 17.500 euro. In die zin, als je mij diep in mijn hart zou kijken, en met name wat ik u ook hoor, zegt u van ja, is het niet wat te zuinig, is het niet wat te mager? Dit voorstel is geschreven op basis van het beschikbare geld. Zou je een overweging van u als raad zou kunnen zijn van joh, haal 3 ton uit de algemene reserve vrij besteedbaar, zodat je weer een jaar verder kunt en het bedrag houden op 35.000 euro, dan is ook einde van het jaar meer zicht op duidelijkheid van de provincie van hoe het nieuwe systeem eruit zal zien, statuslening in combinatie met duurzaamheidslening. Maar kijk, u zou die move nu wel kunnen maken als Dalfsen, dan bent u een voorloper, het Dalfser model. Dus wat dat er gaat, het blijkt dat de statusleding zeer zeker in behoefte voldoet en dat je een doorstroming creëert, vooral nu het alleen geldt voor de bestaande bouw. Iedereen is er gek met, zou ik zeggen. Maar dit is een voorstel op basis. We willen graag iedereen helpen. Iedereen een klein beetje kan ook net een klein beetje te weinig zijn. Dus in dat licht is dit voorstel geschreven. Dus wat dat betreft zou ik dat met wees wat ruimhartiger, daar zou ik heel blij mee zijn. Maar dit is het gebeuren zoals de situatie nu is. Dank u wel, meneer Gikelaar. U hebt met veel passie antwoord gegeven. Er zijn denk ik toch nog een paar vragen, onder andere van D66, hoe verloopt betaling, waar ik nog geen antwoord op gehoord heb. Ik kan u zeggen, ook hierbij, er zijn geen problemen. Dus het loopt allemaal zoals het moet lopen en daar zijn we ook heel erg gelukkig mee. Meneer Nijkamp, ChristenUnie.
Even om het beeld scherp te krijgen, de wethouder spreekt over, dacht ik, rond de 290.000 euro. Maar dit is zo'n mooi fonds wat zichzelf ook weer terugverdient. En als je kijkt naar wat er is teruggekomen vorig jaar, is dat 193.000. De verwachting zou, denk ik, reëel zijn dat we dit jaar meer dan 2 ton terugkrijgen van het uitgezet geleende geld. Dus dat zou je in de, bij kunnen plussen. Of maak ik nou een berekeningsfout? Maar dat hoor ik graag, want als dat namelijk wel klopt, is er dus wat meer ruimte. Nou, de toelichting is, kijk, er zijn ook leningen bij die dateert naar de tijd dat Rijk de helft betaalde, provincie kwart en gemeente kwart. Dus als die mensen dat terugbetalen, gaat dus de helft van het Rijk een kwart naar de provincie en een kwart naar ons. Dus die 2 ton, dat is wel heel erg optimistisch en positief. Kijk, de laatste jaar toen het Rijk gestopt is, toen was het beide de helft. Dus daar gaat het wat sneller. Maar weet ook dat deze mensen deze lening krijgen, dat ze de eerste 3 jaar, als ze onder een inkomensgrens blijven, geen rente en aanpassing hoeven te betalen. Na 3 jaar wordt dat weer bij spreken bekeken en dan krijgen ze weer 3 jaar verlenging. Wat ik ook nog even erbij moet zeggen, is dat met de nieuwe hypotheekregels is die zaak verder aangepast. En het is nu zo van er is een uitzondering gemaakt voor de stadslening. Dus de leningen, die stadslening die tot 31 december 2016 worden aangegaan, profiteren nog van de fiscale regels van voor 2013. Dus daar zit nog een meevaller voor deze mensen. En deze mensen, meneer Lochtenberg, die het ook hard nodig hebben. Dat weet niemand beter dan u, zou ik zeggen. Voorzitter, nog even toch op die cijfers. Want ik hecht wel aan duidelijkheid over deze cijfers. Mag dat? Ja. In die tabel die is toegevoegd staat wel degelijk dat bij de aflossingen het over een gemeentelijk deel gaat. En als je dan in de tabel vervolgens doorscrollt nou, onder 2016, dan staat er 193.000. En zelfs in 2016 is daar al een deel van binnengekomen. Maar als je de trend doortrekt, alleen ik weet niet of dat een valide redenering is, dan kom je boven de 2 ton. En dat betekent dat er dus 2 ton gemeentelijk geld extra beschikbaar is. En de vraag is dan heel simpel, hebt u rekening gehouden met dan die vrijkomende middelen? En als dat niet gebeurd is, dan heb je daarmee toch een aanzienlijk groter deel beschikbaar voor het in stand houden van het huidige bedrag. Althans, ergens in die buurt. In die zin, als u wat u zegt, hebt u gelijk. Ook met name dat vorig jaar het gemeentelijk deel 193.000 is teruggekomen. Dat wordt door mijn buurman net bevestigd. Voor 2016 kan ik het niet zeggen. Maar al het geld wat terugkomt, vloeit weer terug naar de algemene reserve. En dus in die zin van, gaat u nu bij spekken, zou u het oplossen met 3 ton? Dan kunt u zeggen, als wat teruggaat, kijk 3 ton uit de reserve. Wat teruggaat, gaat ook naar de algemene reserve. En dan heb je natuurlijk ook, als je dus 35.000 vasthoudt, dan weet je ook zeker dat je die mensen die erom vragen ook kunt bedienen. Even dan voor de duidelijkheid, dit is een zogenaamd revolverend fonds. Daar hebben wij een bepaald bedrag voor beschikbaar gesteld, dat lenen wij uit en dat komt terug in dat fonds. En dat fonds kan opnieuw worden aangewend, althans wat terugkomt, dat geld kan opnieuw worden aangewend voor hetzelfde doel, zij het voor andere mensen. Dus het gaat niet naar de algemene reserve, voor zover ik weet. Daar hebt u helemaal gelijk in. Maar als u nu zou wat u zegt, hebt u helemaal gelijk in. Maar als u zou zeggen of besluiten, we halen nu bij spreken, omdat we die 35.000 euro heel erg belangrijk vinden, we halen bij spreken, we lenen wat uit de algemene reserve en wat terugbetaald wordt, die 3 ton, die starten weer terug in de algemene reserve. Of u zou kunnen zeggen, we halen 3 ton uit de algemene reserve en dat blijft in die pot. Zo zou het ook kunnen. Nee, ik zou willen pleiten voor het karakter van het fonds wat we hebben ingesteld. En dat is dat het zichzelf bedruipt en zichzelf op gang houdt. We hebben er ooit wat geld ingestopt, dat is uitgezet, komt weer terug en gaan we opnieuw uitzetten. En op die manier krijg je dat vliegwiel aan de gang. En onze vraag is eigenlijk van, houden we dat nu voldoende op gang? Want er gaat helemaal niks terug naar de algemene reserve vrij besteedbaar. Dus ik zou zeggen van, niks een beroep doen op de algemene reserve.
gewoon gebruik maken van de kenmerken van het fonds. Meer hoef je niet te doen. Ja, u hebt gelijk, maar ik weet niet op voorhand wat terugkomt in 2016. Zou u dat te weten bij spreken, zou u dat baseren op 2015? Dan kun je maar zeggen... ligt daar niet een indicatie van? Dat moet toch wel iets van een cashflow in beeld, of niet? Dat wordt bevestigd door mijn linkerbuurman, die zegt van daar is geen pijl op te trekken. Je weet niet van tevoren wie er vervroegd gaat aflossen of niet. Vaak zie je wel dat mensen zodra ze moeten gaan betalen na 3 jaar, of een deel of een groter deel, dat men dan alsnog besluit om te gaan aflossen, omdat het dan onderbrengen bij de bestaande hypotheek, bij de eerste hypotheekverstrekker, vaak voordeliger is. Maar niet iedereen doet dat, iedereen kan dat waarschijnlijk. Dus je kunt niet zeggen van nou, al diegenen die dit jaar een hertoets gaan doen, die moeten, of die gaan ook weer aflossen. Dat kun je niet aannemen. Maar op basis van het afgelopen jaar en het aantal leningen wat er in de loop der jaren is verstrekt, ben ik het wel met u eens dat een aanname van 2 ton enigszins de verwachting is of mag zijn. Nee, ik kan geen garantie afgeven. Dank u wel voor deze toevoeging, meneer Berkhoff. Voorzitter, mag ik een vraag stellen? Voorzitter. Meneer Meijering, gemeente Belangen. Als je het bedrag gaat verhogen, dan houdt het niet per se in dat de aantallen kanshebbers toenemen. Want het bedrag wordt hoger. Vertaal ik het zo goed? We zien dat, meneer Meijering, dat de afgelopen jaar rond de 27, 28 mensen gebruik hebben gemaakt van. Dus dat kan ook meer worden, maar het kan ook minder worden. Dus dat is heel moeilijk in te schatten. Maar nu zie je dat die hypotheekrente laag is. En dat met name zo'n statuslening, met name net het duwtje in de rug kan geven, dat men wel een hypotheek kan krijgen van de bank. Meneer Nochtenberg. Ja, wij en volgens mij een paar andere fracties ook, die hadden gevraagd om of het mogelijk is om een koppeling te leggen met duurzaamheid. Kan dat onder dit regime of is dat helemaal niet mogelijk? Dus stel dat we wel wat meer dan de door u voorgestelde 17.500 beschikbaar zouden stellen. Kan dat in enige vorm gekoppeld worden aan duurzaamheid van de woning? Meneer Gikkelaar. Die is op. De verordening zoals die nu ligt, die voorziet er niet in. Dat is het punt. Met andere woorden, dat straks in de herfst, bij spreken van als de provincie met een nieuwe plannen komt, dat bij spreken, dan krijg je te maken met een totaal nieuwe situatie. Dus met andere woorden, u zegt dat een nieuwe statusleiding waar de duurzaamheid aan gekoppeld is, op dit moment niet mogelijk is omdat de verordening daar niet... En dat het dus ook op korte termijn niet mogelijk is of wij moeten ook de verordening aanpassen. Eigenlijk komt erop neer als u wilt aansluiten bij of met duurzaamheid, dan komt u eigenlijk in hetzelfde wat ook de provincie momenteel onderzoekt, waar nog geen verordening voor is. Nou, dan is het qua tijd eigenlijk niet zinvol om daarmee aan de slag te gaan, omdat straks de provincie met een nieuwe regeling komt, eind van het jaar. Die tijd ben je zelf ook wel nodig. A, er is geen verordening, die zul je dan zelf moeten samenstellen. Want ook daar is SVN mee bezig. In opdracht van de provincie of in samenwerking met. Dat is 1. En 2, wat we eigenlijk met het voorstel beogen is om net die termijn tussen de nieuwe verordening die de provincie de nieuwe regeling in het leven gaat roepen, om die juist op te vullen, die termijn. Dus dat heeft dan erg geen zin. Dan kunnen we eigenlijk het voorstel wel terughalen. Oké, duidelijk. We hebben een toch een redelijke discussie gehad hoe die statusleiding voortgezet kan worden. U hebt de nodige vragen gesteld, maar ik zou eigenlijk naar een opinierende verhaal van u willen. En waarna we een conclusie kunnen trekken hoe u erin staat. En wie mag ik voor de opinie de eerste het woord geven?
Meneer Lochtenberg. Dank u wel, voorzitter. Ja, allereerst willen we zeggen dat we gewoon hartstikke blij zijn met de resultaten van die statusregeling en dat we een regeling. En dat we ook blij zijn met de suggestie om in ieder geval een vorm te vinden om hem door te zetten. We zijn er ooit mee begonnen en we zullen hem zeker niet afschieten vandaag. We zijn niet begonnen, we hebben hem ooit voorgesteld. Even voortbedurend op de suggesties van net precies en de onmogelijkheden of mogelijkheden. U zegt het past niet in de verordening en we hebben het wel over de overbrugging. En het moet richting duurzaamheid, weet niet waar de provincie precies op uit gaan komen. We hebben daar ook wat over zitten denken. Koppelingen aan duurzaamheid die nog uitgevoerd moet worden, zal een heel lastig iets worden. Dat moet allemaal gecontroleerd worden. Is ook maar zeer de vraag, begreep ik, of dat financierbaar is bij de banken. Als ze het mee kunnen nemen, bedoel ik als financieringsreden. Wat wellicht zou kunnen, maar ik laat het graag aan uw expertise als het oordeel over daarvan. Maar zou je kunnen denken aan een toeslag op basis van de labeling, de energielabeling? Dus stel dat je zegt van, nou, koop je een woning met een hoger energielabel, is ons daar een hogere statuslening waard. Dan brengen we een koppeling aan die we wensen. Het is heel overzichtelijk, want de label moet verplicht bij elke verkochte woning, is het label bekend. En het is hartstikke interessant om te kijken naar de duurzaamheid van de woning en om daar eventueel wat meer voor te betalen, dan zijn we bereid om dat te ondersteunen met een hogere lening. Ik wil graag wat u van zoiets, of dat, het is overzichtelijk of zoiets denkbaar is. En dan kom je al een heel eind waarschijnlijk richting waar een provincie ook mee bezig gaat. En die hebben in ieder geval iets overzichtelijk, iets wat begrijpelijk en uitleg is. Dank u wel, meneer Lochtenberg. Meneer Meijering, gemeentebelangen. Ja, de voorzitter is eigenlijk al gegeven door de Lochtenberg. Ik wil er wel in meegaan, in de fractie meenemen. Die koppeling van het koppelen aan het label, dat zou wellicht een hele goede suggestie kunnen zijn, als het mogelijk is. Dus ik wil graag toch wel graag dit voorstel uitgewerkt zien als het mogelijk is. Dank u wel, meneer Meijering. Meneer Nijkamp, ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Blij dat dit voorstel er op zich ligt. Goed om die statuslening, ook al doe je dat als gemeente, alleen door te zetten. Wel van belang wat ons betreft om goed contact te houden met de provincie. En te kijken van wat die nou doet in het kader van duurzaamheid. En in die zin, ik herken wel het pleidooi voor die duurzaamheid. En tegelijkertijd moet je wel uitkijken dat je straks niet twee duurzaamheidsregelingen naast elkaar hebt en dat het daarmee onduidelijk wordt. Dus daar zou ik dan ook nog wel enige voorzichtigheid in willen betrachten. Maar op zich, duurzaamheid is natuurlijk wel een thema wat ons echt ligt, zou je kunnen zeggen. Maar wat ons betreft mag in ieder geval nog eens gekeken worden naar het bedrag, die 17.500. Kan dat niet toch wat opgeschroefd worden, ook nog even los van het thema duurzaamheid. Binnen de kaders van het fonds en de spelregels die we daarvoor kennen. Maar iets wat meer kijken naar de prognose van datgene wat er terugvloeit in dit fonds. Dank u wel. Dank u wel, meneer Nijkamp, meneer Wildfunk. Ja, dank u wel. Ik zou toch erg willen pleiten om niet al te snel nu het budget voor de individuele statuslener te halveren. Ik snap heel goed de problematiek van de verordening van de provincie die eraan zit te komen, dat we tussentijds mogelijk even de verordening intact moeten laten. Maar als ik nog goed begrijp wat in dit geval de term revolverend fonds betekent, zou ik er veel voor voelen om een voorzorg te nemen op datgene wat er aan rente en aflossing op ons af zit te komen. En er wel op aandurven te sturen dat we het beschikbare budget wat ophogen. En zodat we dus niet hoeven te halveren. Dus mijn voorstel zou zijn, ga door met de regeling, dat is prima zoals die staat, maar ga nou niet halveren op dit moment. Want juist dit fonds leidt tot een stimulering van die woningmarkt en tot een differentiatie in leeftijdsopbouw en dergelijke. Dus dat zijn juist de dingen die we graag willen bereiken. En dan nog even een korte reactie op die koppeling aan duurzaamheid en het mogelijk label. Graag mee eens, goed idee. Maar je moet dan ook wel even nadenken als iemand een woning koopt met een labeltje, wat is het, ja, hoog of laag moeten we dan nog even definiëren, maar even helemaal onderin. Hè? Dus wat dan het effect is als die zegt, ja maar ik ga hem verbouwen zodat hij bovenin komt. En hoe ga je dat dan meten en hoe ga je dat dan
handhaven, om het maar even zo te zeggen. Maar voor, op zich met de gedachte graag eens. Dank u wel, meneer Wilsvang. Meneer De Graaf. Ja, we kunnen ons prima vinden in de aanpassing van de verordening. En ik steun ook graag het idee van de heer Lochtenberg om de koppeling met duurzaamheid nader te onderzoeken. Dank u wel, meneer De Graaf. Meneer Schuring, VVD. Dank u. Ja, ik zat nog met een klein puntje eigenlijk. Overigens goed om die starterslening in de lucht te houden. Het heeft gefunctioneerd. Alleen door hem te halveren, volgens mij kan niemand een inschatting maken en heeft er ook niemand een uitspraak over durven te doen. Of dat halveren dan überhaupt nog, of daar dan nog behoefte aan is. Het was een steuntje in de rug die we graag willen geven. En ik begreep net dat het ook een noodzakelijk steuntje in de rug voor veel gebruikers is om de financiers over de brug te krijgen. En dan is de vraag of die 17.500 dan überhaupt nog aftrek zal gaan vinden. En dan zou het best kunnen zijn dat alles in die pot blijft zitten of veel in die pot blijft zitten. En dan is het wel een beetje een natte vinger in de lucht. Aan de andere kant is het ook wel, het is een kwestie van korte duur, want we zullen het straks toch weer moeten herzien op het moment dat de provincie aankomt. Dus ja, dan is er eigenlijk ook elke minuut die we erover gesproken hebben misschien wel weer wat te veel. Dus dat maakt het dan wel weer een beetje lastig. Dus die halvering vind ik nog wel een lastige. Ik kan er geen inschatting van maken en ik heb niemand die inschatting horen maken of het dan überhaupt nog zin heeft. Dank u wel, meneer Schuring. Ja, alles samenvattend hebben we het steeds over halvering. Voor de starter is dat inderdaad zo, maar de gemeentelijke bijdrage wordt niet gehalveerd. Die blijft hetzelfde. Voor de rest hoor ik zeggen dat er gevraagd wordt om een toeslag voor het energielabeling. Goed contact houden met de provincie. Twee regelingen door elkaar daarvoor op te passen. Een voorschot te nemen op de aflossing. Maar ik denk dat de grote vraag vanuit deze commissie is dat de wethouder voor de raadsvergadering bekijkt in hoeverre of er een voorstel kan komen waarin de toeslag van energielabel mogelijk is. En dat we dan, als dat tot de mogelijkheden behoort, dat we dat in de raadsvergadering verder gaan bespreken. Is dit mogelijk, wethouder? Ik wil het volgende voorstellen, voorzitter. Wij gaan kijken naar een vorm van labeling of die mogelijk is. Wij komen met een aangepast raadsvoorstel, met name waar de geluiden van uw raad daarin meegenomen worden en uitgewerkt worden. Dan bij spreken, daar zit te denken om bij spreken naar die ook een voorschot te nemen op met name het geld wat terugkomt. Dus die ton die we nog over hebben, dan gaan we, bijna 3 ton die we nog hebben. Dan nemen we het voorschot op die 2 ton van die meneer Nijkamp noemt. En met name het bedrag houden, want dat voel ik ook bij de mensen, 17,5 vinden we te laag. Hou het op 35.000 euro en dan kijken van of je daarbij spreken ook een splitsing aan kunt geven door een stuk labeling. Is dit mogelijk voor de volgende raadsvergadering? Daar gaan we naartoe werken. Maar dan moet het ook afwerken, want in principe van de mensen die een woning kopen, dan moet er ook duidelijkheid zijn van uw raad van hoe u het wilt hebben. Dus dan komen we met dat voorstel. En dan moet u me zeggen van dat u het erin kunt vinden. Dus wij gaan het onderzoeken en wij komen met nagepast voorstel. Op basis van wat u ons meegeeft. Akkoord, dan sluit ik dit agendapunt af dat u toezegging doet dat u met een aangepast voorstel komt en dat we het in de raadsvergadering verder gaan behandelen. Daarmee sluit ik dit agendapunt af, agendapunt 7. En hierbij wil ik opmerken dat mevrouw Schippers van het CDA
de vergadering zal verlaten en op de tribune zal plaatsnemen in verband met persoonlijke betrokkenheid bij dit agendapunt. En verder is het zo dat in oktober 2014 heeft Oud-Leuzen zich gebogen over de toekomstige ligging van het evenemententrein en de ligging van het woonuitbreidingsgebied. Nu ligt er een bestemmingsplan ter besluitvoering voor om dit te realiseren. Onderdeel daarvan is ook de paragraaf beeldkwaliteit die gebruikt wordt voor welstandstoetsing. En om te voorkomen dat bestaande veehouderijen in hun rechten worden belemmerd, moet de geurverordening worden vastgesteld. Het agendapunt hierna gaat over het proces om te komen tot een nieuw bestemmingsplan. Want dat ging op een andere wijze, dus agendapunt 8 wat straks voor ligt. Mijn verzoek is eigenlijk om bij dit agendapunt waar mogelijk ons te beperken tot de inhoud van dit agendapunt. Verder is het zo dat naar aanleiding van vragen van de heer Kouwen heeft de gereformeerde college verzocht om de geurverordening nog apart als bijlage aan te leveren, want dit stond verscholen in de gebiedsvisie op bladzijde 15 en 16, dat is inmiddels gebeurd. En ik wil verzoeken om dit agendapunt ook in twee ronden te doen, informerend, opinierend, en wie mag ik informeren als eerste het woord geven? Meneer Kouwen. Ja, voorzitter. Ja, dank u wel voor de aanpassing van het stuk dat de geurverordening al even duidelijk uitspringt. Dat maakt het door het leesbaarder weer. Ik had nog een aantal vragen. In welke mate is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om duurzame energiemaatregelen, zoals gasloos bouwen en energie-neutraal bouwen, te integreren in het bouwplan? En als een dergelijk onderzoek niet heeft plaatsgevonden, is de wethouder dan bereid om zo'n onderzoek of verkenning alsnog uit te laten voeren? En naar de mogelijkheden om anno 2016 kosten-neutrale maatregelen te treffen op planniveau. De resultaten kunnen dan nog worden betrokken bij de uitvoering. Dank u wel, meneer Kouwen. Kijk even rond. Meneer Bultvang, Partij van Arbeid. Nou, dank u wel. We hebben op zich niet zoveel opmerkingen op het punt. We komen alleen even te spreken op de geurverordening. Daar wordt geconstateerd dat er 4 bedrijven zijn die niet aan de gewenste grens van 2 OU kan voldoen. Hebt u ook onderzocht samen met deze 4 bedrijven of het wellicht op een andere manier mogelijk zou zijn om toch onder die grens van 2 uit te komen? Dank u wel, meneer Wilsfrank. Meneer Rodeboog, ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. Een vraag, is de conclusie juist dat hiermee de grens van de bebouwde kom van Oud-Leuzen naar die kant toe eigenlijk vast ligt voor de lange termijn? Of is er een mogelijkheid om de geurverordening gewoon nog een keer aan te passen, waardoor die weer opgerekt kan worden? Dank u wel. Voor de rest geen vragen. Ik was vergeten te vertellen dat wederom de heer Agricola woordvoerder is voor dit punt. En ik zou de heer Agricola het woord willen geven. Hij is nog druk in conclave met mevrouw Verdam, de verantwoordelijk ambtenaar. De vraag van de meneer Kouwen. Wij spreken van zijn we zeer zeker bereid om een onderzoek uit te voeren van of wij spreken daar ook energie-neutraal gebouwd kan worden. In ieder geval van dat hebben we nu alleen maar Veil, Dalfsen en wat dat betreft zou dat ook heel goed passen in de filosofie die wij hebben als gemeente. Dan de Partij van de Arbeid. U hebt over de 4 bedrijven is onderzocht om onder die grens van 2 uit te komen. Nou, dat is niet onderzocht. Volgens de informatie die ik heb gekregen. En de vraag van de ChristenUnie van ligt bij deze aanpassing die grens nu vast? Nee, die ligt vast. U kunt hem als het ware opnieuw verder oprekken. Als u daar daartoe genegen bent of dat de noodzaak ervoor zou zijn. Dat dan gaan er dus de vragen op de antwoorden op de. Dank u wel, meneer Agricola. Dan gaan we over naar het. Voorzitter, u had nog een vraag, meneer Kouwen. Ja, nog even een reactie op mijn vraag. Kunnen we daar bij de behandeling in de raadsvergadering al enig inzicht in zien in die verkenning? Of hoe ziet het de wethouder dat in het tijdspad voor zich? Want het is natuurlijk met de vaststelling van het bestemmingsplan en zekere rechtsgeldigheid en dergelijke te maken.
Nou, met de verkaveling, zoals die nu ligt, is ook al rekening gehouden met een noord-zuidligging en dergelijke. Maar wat dat betreft, van, u zult straks als de raad ook definitief de zaak moeten vaststellen. En daar is gaasloos bouwen, kan daar een onderdeel van zijn. Of zal daar een onderdeel van zijn. Dus wat dat betreft, als u de zaak definitief vaststelt, dan zal dit een onderdeel zijn van de vaststelling van het bestemmingsplan. Dank u wel voor de beantwoording. Ga ik naar het opinierende gedeelte. Wie mag ik qua opinie het woord geven? Meneer De Graaf, D66. Voorzitter, voor ons is belangrijk dat er geen bedenkingen en bezwaren zijn gekomen op het voorliggend voorstel. Cumulatief is er reeds nu al sprake van een redelijke forse geurbelasting. Het nieuwe plantgebied verandert daar op zich niet zoveel aan. Omdat er nu sprake is van een nieuwe bestemmingsplan, is het wel goed dat dit getoetst is. Feitelijk blijft de geurbelasting zoals die nu is, maar wordt door het vaststellen van een verordening gelegaliseerd. Iedereen tevreden. Dank u wel. Dank u wel, meneer De Graaf. Meneer Wildfang, Partij van de Arbeid. Nou, iedereen is iets te veel. Wij niet namelijk. Want het is toch een afwijkende norm. Die norm is er niet voor niks. En wat we al eerdere keer hebben gezien in Lemelenveld, waar het overigens nog veel meer overschreden werd dan hier, zien we ook hier dat zodra men zich niet aan de norm kan houden, dat we de norm gaan aanpassen. En er is niet onderzocht of dat wellicht ook op een andere manier kan worden opgelost om toch onder die twee te blijven. Nee, we passen de norm aan. En het is natuurlijk, papier is gewillig, dus het kan altijd. En dat doen we nu. En op basis van het antwoord wat net meneer Rodeboog kreeg, gaan we dat over een paar jaar nog een keer doen als die norm opnieuw wordt overschreden. Want ja, die kunnen hem opnieuw aanpassen natuurlijk. Dat brengt mij er wel toe om te zeggen van nou ja, er is dan geen bezwaar. Dat vinden wij ook inderdaad altijd wel een belangrijk punt. Geen bezwaar ingediend. Geen zienswijze ingediend. Het feit dat we hier toch weer de norm gaan aanpassen en niet gaan kijken naar andere oplossingen maakt dat wij op voorhand hiervan zeggen nu van hier kunnen wij niet in mee. Dank u wel, meneer Wildfang. Meneer Hof, gemeentebelangen. Voorzitter, dank u wel. Nou, wij staan er wat losser in dan de heer Wildfang. Oud-Leuzen heeft een sterke band met het platteland, agrarische sector. En dat kan af en toe wat geurbelasting opleveren. Nou, dat is ook wat de Graaf aangeeft. Het hangt af van de beleving van de bewoners of dat ook daadwerkelijk als hinder ervaren wordt. En wij denken dat dat in dit geval wel mee zal vallen. Een lichte incidentele overschrijding, dat mag wat ons betreft geen belemmering van deze plannen zijn. En wij kunnen dan ook wel instemmen met de aangepaste geurverordening en de bestemmingsplanwijziging. Zeker ook met de toevoeging van de vraag van de heer Kouwer van het CDA. Wat we inderdaad goed vinden is, er zijn nu geen bezwaren of geen zienswijzen ingediend. En de ene bezwaarmaker, daar is een afspraak mee gemaakt dat de persoon in kwestie betrokken wordt bij de ruimtelijke invulling van groen en de wadi. Dus wij kunnen ons daar goed in vinden. Wij zullen het voorstel dan ook steunen. Dank u wel, meneer Hof. Meneer Kouwen, CDA. Dank u wel, voorzitter. De agrarische activiteiten en wonen gaan op ons platteland hand in hand. Het opgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende geurverordening voor de Muldersweg is daar volgens ons weer een mooi voorbeeld van. De aangepaste norm in de geurverordening vinden wij ook goed te onderbouwen. Het biedt ruimte voor ondernemers en toekomstige bewoners aan de Muldersweg. Het is een kwestie van maatwerk en daar zijn we voor. Samen opgaan, duurzame oplossingen voor iedereen. Tot zover de economische duurzaamheid. Over de sociale duurzaamheid kunnen we ook kort zijn. Die is in Oud-Leuzen prima op orde. En zo verwachten wij dat die alleen maar beter zal worden nu dat gewenste evenemententerrein ook eindelijk kan komen. Ja goed, we hadden onze twijfels over de ecologische duurzaamheid. De paragraaf uit het raadsvoorstel vonden we opnieuw summier. En ik zeg opnieuw omdat we dit bij andere bouwplannen ook al hebben benoemd en aandacht voor hebben gevraagd. Eigenlijk verwachten we van het college een duidelijke vertaling van de gemeentelijke duurzaamheidsambities in het plan. Zoals we die ook bijvoorbeeld in Nieuwe Landen in Lemelenveld hebben gezien. De gemeente heeft hier wat ons betreft een voorbeeldfunctie in.
En ik refereer hierbij nog maar even aan pleidooi bij de behandeling van de woonvisie. Duurzaamheid als een van de centrale pijlers in ons beleid. En gelukkig reageert de wethouder positief op onze suggestie en we wachten de uitwerking af. Zo staat ook bijvoorbeeld in het duurzaamheidsprogramma voor 2016-2017 dat gemeente voornemens is een beleidsregels op te stellen om energie-neutrale nieuwbouw te stimuleren. Daar zou je hier dus al een voorschot in kunnen nemen om daar handen en voeten aan te geven. Zoals gezegd, we wachten het af. We nemen ons oordeel, wachten nog even met ons oordeel tot de raad. We kijken even of wat van de verkenningen gaan zien. En dan komen we hier in de raad op terug. Dank u wel, meneer Kouwen. Ik kijk even meneer Rodeboog, ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. Kort zijn, we kunnen voor het voorstel zijn. De problematiek rond de oprekking van die geurnormen, dat zullen we wel eens meenemen, maar niet op dit dossier. En één punt met betrekking tot de communicatie en overleg met de bezwaarmaker. Als het niet goed is, zeggen we het ook. Maar in dit dossier is daar over gesproken. Hij is betrokken bij en dat vinden wij een goede zaak. Meneer Schuring, VVD. Ja, dank. Prima regels als leidraad te gebruiken. En in dit geval geen bezwaren, zelfs een ingetrokken bezwaar te hebben door de communicatie goed op orde te hebben. Dus geen zienswijze is meer staande. Dan denk ik dat het prima is zo. Dank u wel, meneer Schuring. Meneer Griekla, het CDA die wil nog meenemen naar de raadsvergadering toe, maar ik meen u een toezegging gehoord te hebben over de energie-neutrale bouwen van woningen. Ja, die staat nog steeds. Met name van wat dat betreft, als wij bij het definitieve gebeuren komen, dan zal u dus als raad voorgesteld worden dat er energie-neutraal gebouwd moet worden in de plan. En dat wordt dat definitief in een stuk opgenomen of kan ik het zo duiden dat u dit echt op dit moment toezegt dat dit gaat gebeuren in dit plan? In die zin, kijk, de raad gaat over dit bestemmingsplan nog een keer praten en dan... het ligt nu voor. Dus wat dat betreft, u kunt dat als een toezegging, kijk, als de meerderheid van de raad het met meneer Kouwen eens is, dan kunt u dat als van mij als een toezegging kunt u dat krijgen. Dank u wel. Wilt u hier nog op reageren, meneer Kouwen, dat ik het eventueel als een hamerstuk naar de raadsvergadering kan laten gaan? Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wij hebben het voorgesteld om het te onderzoeken. Hè. Als de wethouder nu kan aangeven dat dit inderdaad gewoon haalbaar is en realistisch is. En als dit volgens hem voldoende inzicht geeft in de maatregelen die haalbaar zijn, dan omarm ik deze aanbeveling of deze suggestie van hem. U kunt hier positief op antwoorden, meneer Gekla. Het is ook al het uitgangspunt geweest. Dus wat dat betreft, energie-neutraal is energie-neutraal. En dat was wat dan als eis. Kunt u opnemen? Dank u wel voor dit antwoord. Dan resumerend kan ik eigenlijk zeggen, en dan kijk ik even naar meneer Wildvank, dat dit als in mijn optiek als hamerstuk naar de raad toe kan. Als u tenminste met een stemverklaring hiermee uit de voeten kunt. Ja, dan gaan we even een stemverklaring overleggen. Ja. Akkoord. Dank u. Dan sluit ik dit punt als zijnde een hamerstuk naar de raadsvergadering. We gaan naar agenda punt 8 en dan heet ik mevrouw Schiphorst weer welkom in de vergadering. Hebben we het over de evaluatiepilot Lien Muldersweg Oud-Leuzen informerend. In februari 2014 is het nieuwe proces opinierend voorgelegd aan de raadscommissie. De commissie heeft ingestemd met het starten van een pilot. Er is toegezegd dat een evaluatie van het proces aan de gemeenteraad aangeboden zou worden. En daar is nu het moment voor. Er staat informerend op de agenda. Behandeling in één ronde. Dus zowel uw vragen als uw opinie graag in één keer. En dan kijk ik even rond. Meneer Hof, gemeentebelangen. Ja, voorzitter, dank u wel.
half elf gaat hij niet meer halen. Blessuretijd kan soms heel spannend zijn. Ja, dus ik zal het niet te lang maken, maar ik denk dat het toch wel goed is om er wat aandacht aan te besteden. Dus allereerst bedankt voor de evaluatie. De rol van de gemeente is langzaam aan het veranderen. Taken van het Rijk komen naar de gemeente en inwoners willen, maar kunnen ook vooral veel gemakkelijker een rol vervullen bij de inrichting van onze gemeenschap. En dat moet dan ook nog op een efficiënte manier uitgevoerd worden. En daar is die pilot onder andere voor bedoeld om dat op een efficiënte manier te doen. Ja, het is goed dat we als gemeente inspelen op die voortdurende veranderingen en dat we de organisatie meer eigentijds maken. Minder een afdelingenmodel en meer proces- en projectgericht. Met als kenmerk ook een hoge verantwoordelijkheid van medewerkers en meer op maat samenwerken, zowel intern onderlinge afdelingen die aan de voorkant al invloed uitoefenen op het totale traject. Maar ook extern, een nauw samenspel met onze inwoners. En uiteindelijk zou dat moeten leiden tot betere prestaties en lagere kosten. Maar dat gaat natuurlijk allemaal niet vanzelf. En het is hard werken en met vallen en opstaan steeds maar weer wat verbeteringen aanbrengen. Nou, we zien heel veel goede dingen in de evaluatie langskomen. Maar een van de zaken die ons opvalt, dat is vooral op het gebied van communicatie en verwachtingsmanagement, daar hebben we het hier in deze raadzaal al eens vaker over gehad, er zijn toch nog wel wat slagen te maken. En wat we een beetje missen in dit voorbeeld, dat is dan ook de verbinding met de ladder voor burgerparticipatie. Waren de inwoners die betrokken zijn geweest, waren dat nou toeschouwers, waren dat informatieontvangers, waren die veel meer bedoeld als een adviseur in de eindspraak, hè? Kregen die een compleet plaatje voorgeschoteld en mochten die daar wat van vinden, of waren die eigenlijk meer een adviseur in de beginspraak, hè? Mochten ze meedenken aan de voorkant van het proces. Die verantwoordelijkheid van die inwoners die groeit daarmee ook wat. Als ze medebeslisser zijn of samenwerkingspartner of zelfs mede-initiatiefnemer. Dan hoort daar ook een bepaalde aanpak en een bepaalde bestuursstijl bij. Dat komt ook naar voren in het geactualiseerde beleid met betrekking tot burgerparticipatie waar op dit moment aan gewerkt wordt. En we zien daar eigenlijk wel naar uit. En we zouden ook voor een volgende pilot wel willen kijken van kan er voor die onderdelen van in welke mate is die burgerparticipatie nu ingericht en in welke mate hebben we de organisatie daarop aangepast. Daar ben ik toch wel benieuwd naar hoe dat in een volgende pilot naar voren kan komen. Al met al zijn we blij met de evaluatie. We koersen met lean werken op nauwkeurige samenwerking en vereenvoudiging in een dienstverlenende en projectgestuurde organisatie. Binnen dit huis waait op dat punt een frisse wind, soms in de rug en af en toe op de kop. En als die wind op de kop is, ja, dan moeten wij die koers maar wat bijstellen. Dat ja, is ook belangrijk als je continu met verbeteringen bezig bent, dan is het niet logisch dat je dat in één keer goed doet. Wij zien wel uit naar een volgende pilot en de evaluatie ook daarvan. En wensen de organisatie veel succes, maar ook wat plezier en voldoening in het werken aan effectieve en overzichtelijke werkprocessen. Misschien kan het college iets vertellen of er ook met betrekking tot een doorontwikkeling burgerparticipatie een volgende pilot te verwachten is. Dank u wel, meneer Hof. Meneer Rodeboog, ja. ChristenUnie. Ja, dank u wel. Voorzitter, een heldere evaluatie, een mooie eerste stap. De opstellers van de evaluatie leggen de nadruk op dat de verwachte planning van anderhalf jaar niet gehaald is, maar van 4 naar 2 jaar teruggaan, dat is denk ik een hele prestatie in een pilot. Dus daarvoor mag je best ook tevreden zijn. Ook gezien de specifieke omstandigheden. Goed om de processen en checklisten concreet te maken. Dat er een concreet draaiboek ligt, zodat het een geoliede machine was. En wij kijken uit naar nieuwe, geleende projecten. Dank u wel. Dank u wel, meneer Rodeboog. Meneer De Graaf, D66. Dank u wel, voorzitter. We hebben ook kennis genomen van de bevindingen uit de evaluatie en de toezegging dat de leerpunten in de ambtelijke organisatie worden opgepakt. We vertrouwen ook op verbetering van de processen zoals genoemd. Projectmatig werken, participatie versus communicatie door inwoners en als derde werken volgens standaard in het proces. De vroegtijdige betrokkenheid van de inwoners heeft ons ook geleerd dat men een overheersende mening die in een openbare bijeenkomst naar voren komt niet te veel en niet te snel uit handen moet geven
als besluit moet gaan beschouwen. De heer Hof sprak daar feitelijk ook al over. Dergelijke bijeenkomsten blijven in de kern bedoeld als advies en inspraak en moeten we op de juiste wijze duiden en verwachtingen zorgvuldig managen. Dank u wel. Dank u wel, meneer De Graaf. Meneer Wildvang, Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel. Nou, mooi dat het stuk er ligt. Ook blij met het feit dat die evaluatie nu eindelijk hier op tafel komt. Ik snap heel goed dat dit lastige trajecten zijn en dat het niet zo eenvoudig is om een dergelijk proces dramatisch in te dikken. Want daar zijn we eigenlijk aan het doen. Dat gezegd hebben, maak toch een paar kritische kanttekeningen erbij. En ik wil geen afbreuk doen aan wat ik net gezegd heb, maar we moeten hier toch ook van leren. En we beoogden 1,5 jaar. Het waren er 4, moesten 1,5 jaar worden. En ik tel 3 jaar waar we op uit gaan komen. Nou kan het zijn dat ik me vergis en dat ik getallen verkeerd interpreteer, maar dan hoor ik het graag. Maar ik kom uit op 3 jaar. En dat is natuurlijk wel een verbetering ten opzichte van 4 jaar. Maar of dat nou helemaal voldoet aan datgene wat we voor ogen hadden, daar heb ik wel wat kanttekeningen bij. En met name de verklaring die wordt gegeven dat de ladder van duurzame verstedelijking hier dwars heeft gezeten. Dat kan ik niet helemaal goed snappen, want die ladder is er al een tijdje. En dan is dus de vraag, hebben we hier wel voldoende, goed en tijdig met de provincie overleg gevoerd? Want die ladder kan er toch niet alleen zijn die hier dwars zit. Nou, de vraag die ik er nog bij zou hebben, komt er nog een volgende poging om eens te kijken of we toch naar die 1,5 jaar kunnen komen? Dan wil ik het even bij laten. Dank u wel, meneer Wilsvank. Meneer Kouwen, CDA. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb de debat nog even teruggeluisterd van de voorbespreking van de pilot in deze commissie in 2014. En daar is door de wethouder ook toegezegd om in de evaluatie iets te zeggen over de te behalen besparingen voor burger en gemeente. En nu lees ik daar niets over terug in de stukken. Kunt u daar toch nog iets over zeggen, specifiek voor dit project of in algemene zin? Voor het toekomstige project. Onvoorziene ontwikkelingen hebben vertragingen op het proces gehad, zoals de heer Wildvang van het PvdA ook al aangeeft. In welke mate is het mogelijk en zinvol om desondanks toch een strakke planning te voeren? Het blijft een kwestie van risico inschatten en dat moet je doorlopend doen. Maar hoe kun je daar toch op een of andere manier toch grip op krijgen? Verder blijkt uit de evaluatie dat er praktische verbeterpunten voorhanden zijn om de fasering, samenwerking, participatie in ruimtelijke projecten te verbeteren. Wij zien graag dat deze punten waar zinvol en relevant worden ingebed in lopende en in nieuwe ruimtelijke projecten. Zoals de heer Hof al aangaf, is burgerparticipatie maatwerk en daar zijn we het van harte mee eens. Zoek per project naar de juiste vorm. En we zijn ons van bewust dat dit ook een kwestie van ervaring opdoen is. Maar wees ook realistisch en houd rekening met de verwachtingen van de betrokken burgers. Concluderend, de CDA-fractie ziet graag dat er goede ervaringen uit deze pilot worden gebruikt. Kijk hierbij naar alle ruimtelijke plannen. Dus naast eigen planvorming ook naar particuliere initiatieven. Ga in de verschillende processtappen uit van maatwerk waar dit nodig is. Dus zoals bij participatie. En van checklisten waar dit mogelijk is. De voorbereidingen op de omgevingswet staan voor de deur. We verwachten dat in deze pilot vergaren kennis en ervaringen ook betrokken worden bij dit proces. We wensen het college en het ambtelijk apparaat hierbij veel succes en veel inspiratie. Dank u wel, meneer Kouwen. Meneer Schuring, VVD. Ja, voorzitter. Ja, er lag een scherp doel van 4 naar 1,5 jaar. Van 4 naar 2 à 3 jaar gehaald. En daarbij een aantal leerpunten. Ik denk dat dat best al wel een eerste resultaat is wat mooi is. Mits er wat met die leerpunten gedaan gaat worden. De vraag is natuurlijk hoe dat met die omgevingswet straks gaat lopen. Maar ik ben wel benieuwd naar het vervolg. Of die er gaat komen en hoe die er gaat komen. Dank u wel, meneer Schuring. Meneer Grikkela, wilt u nog reageren op de inbreng van de partijen? Dat wil ik zeker, voorzitter. U hebt
kunnen lezen wat de belangrijkste aandachtspunten geweest zijn. En met name meneer Hof, die sloeg wat de spijker op zijn kop, communicatie en verwachtingsmanagement. En ook daarin het hele traject van burgerparticipatie. Ja, dat zal zeer zeker doorontwikkeld moeten worden. Dus het was allemaal nieuw. We zijn hier, op met name de ambtelijke organisatie, min of meer in diepe gesprongen van de uitdaging aangaan van 4,5 jaar. Dus met hart en ziel aan gewerkt. En vanaf mijn kant ook wil ik zeer zeker de ambtelijke organisatie hier een compliment voor geven. Het is een kwestie ook wat met vallen en opstaan. Vallen en opstaan, met name ja, de ladder van de duurzame besteding. Natuurlijk is er meermalen overleg geweest met de provincie, maar ook met name het dorp heeft ook de nodige tijd genomen, en harde tijd ook genomen, om tot een goede invulling te komen van het totale plan. Dat is woningbouw en evenemententerrein. En dat is een zorgvuldig proces geweest, heeft wat langer geduurd, maar het dorp is er nu wel blij mee. Maar let ons niet met name om de aandachtspunten om daar zeer zeker mee in gang te gaan. En wij willen dan ook bij spreken met uw goedvinden hier ook mee verder. En de volgende project ook in een pilot-achtig gebeuren doen. Om u weer mee te nemen in het hele traject. En want dat vind ik wel heel erg belangrijk. Dat u als raad ook met name een gevoel blijft houden van waar zijn we nu mee bezig. En waar lopen we toe. Met name ook wat meneer Kouwen zei van ja, in wezen van als het nu goed gaat lopen, schroom niet, ga het ook met andere plannen gaan doen. Je ziet straks ook met een nieuwe omgevingswet, dat is ook burgerparticipatie zal er ook een hele belangrijke rol in spelen. Dus dat wordt ook een heel proces en waar ik ook al eerder tegen u heb gezegd, dat willen we graag u ook in meenemen. En binnenkort zal daar ook nog een presentatie voor u als raadsleden komen met iemand uit de praktijk om daar met name u daar wat gevoel bij te geven. Dus VVD komt er een vervolg, dat is onze doelstelling wel, want we blijven leren en we blijven er verder mee omgaan. CDA vraagt nog wat zijn de besparingen voor burger en gemeente geweest. Nou, daar wil ik graag mevrouw Van Damme even het woord over geven. En als u mij toestaat, voorzitter, zou misschien ook wel leuk zijn voor de raad om ook eens de ervaringen van mevrouw Van Damme uit haar mond te horen. Want zij is er hoofdzakelijk mee bezig geweest van wat haar ervaring, of de ervaring van die mensen die ermee bezig zijn, hoe die is geweest, kort en krachtig. Wat de besparing betreft, uiteraard verwachten we het antwoord van mevrouw Van Damme. Waar u heel initiatiefvol of heel erg mee bezig geweest bent, als het maar geen anderhalf uur blessuretijd gaat worden, dan. Kort is samen te vatten, ja graag. Over de besparingen, ja, er is ook al wel iets in de evaluatie over opgenomen. Het is heel lastig om dat voor dit project in beeld te brengen en dan te vergelijken met voorgaande projecten, wat nu exact de besparingen zijn geweest. We proberen dat gewoon zo efficiënt mogelijk te doen en ook bijvoorbeeld opdrachten in één keer weg te zetten, zodat daar geen ruis op zit. Dus je werkt constant aan optimaliseren van zo'n proces. En wat betreft mijn ervaringen, ik vond het een erg leuk proces, wat natuurlijk nog doorloopt. Dit is niet het eind van dit project. En pas als de woningen er staan en de weg er ligt en het evenemententerrein er is, dan is het project eigenlijk pas afgerond en de BR-fase ingaat. Dus wat dat betreft gaan we gewoon door op deze voet en zullen we ook met andere projecten hier die lering met de Lean-methodiek op blijven pakken om de processen te blijven verbeteren. Dank u wel, mevrouw Van Damme. En dan kom ik samenvattend wat dit punt betreft. Dat er waardering aangesproken wordt voor de evaluatie van deze pilot. Hoe je het ook vermeld hebt, hier en daar toch wel wat kritiekpunten. Ook
duidelijk een boodschap aan u om een volgende pilot op te starten en daarin duidelijk de leerpunten, de aandachtspunten die hier naar voren komen mee te nemen en dit te verwerken in een nieuwe pilot. En daarmee wil ik dit punt afsluiten. En verder met punt 9 van de agenda, vaststellen besluitenlijsten, de data 4 en 11 april. In eerste instantie de besluitenlijst van 4 april. Heeft iemand er open of aanmerkingen over? Niet. De besluitenlijst van 11 april? Niet. Dan, ja, ik kijk toch op de klok. Sluit ik de vergadering. Ajax had mogen willen dat ze 20 minuten blessuretijd hadden. Maar daar hadden ze nog niet gescoord gisteren, denk ik. Was PSV nog kampioen geworden. Daarmee sluit ik deze vergadering.